Zit jij klaar voor een nieuwe stream van Milan Knol? Hij is blij dat je er bent, dus welkom in zijn hol. Word lid voor €3 per maand, want hier wordt geld geharkt. Milan doet zijn boodschappen met het ledengeld in de supermarkt. Als je lid bent, krijg je een naam van mij. Je hoort erbij, je hoort erbij. De parkeerbeheerders zijn Vettig en Gwen. En de baas van de parkeerplaats is Richard. Dus word nu lid, vanaf €3 per maand. Ben je een baas? Word dan de baas van de parkeerplaats. Hallo, goedenavond iedereen. Zit jij klaar? Oh, ja, ik zit er klaar. Goedenavond. What's up? Can you hear me loud and clear? Can you hear me, man? I hope you can hear me, man. Beetje te kutten met een paar dingen. Goed. What's up, man? Goedenavond. Ik hoop dat jullie het intro fantastisch vonden. Mooi. Hadden jullie wel geluid eigenlijk? Volgens mij hadden jullie wel geluid, hè? Fantastisch. Wauw, sick. Ja, ik was een beetje aan het kutten daarmee. En het was vet. Het klinkt leuk. Het klinkt geinig, vind ik persoonlijk. Goed, ik zit alleen even te kloten met mijn deze vergeten. Wie was dat? Angelochto. Angelochto wordt even de baas. Hoppa, weer een maand erbij. Angelochto, ik heb iets voor je. Wacht. Fuck, waar heb ik dat nou? We zijn niet op voorbereid, man. Wat gebeurt hier allemaal? Wacht. Ik was ergens mee bezig. Hey. Goed weekend gehad. Waar is hij? Oh mijn god. Waar heb ik die? Yo, wat gebeurt er? Robinho Nicolaas, dankjewel voor de 5 maanden. 5 maanden! Dankjewel, man. En Anne Wil, dankjewel voor de 4 maanden. 4 maanden, Anne Wil. Dankjewel, Anne Wil. Dankjewel, Robinho Nicolaas. Natas1996, dankjewel voor de 7 maanden. Dankjewel. Wordt gewaardeerd, Natas. Goed weekend gehad. Ja, zekertje. Ik hoop jullie ook, maat. Angelo GTO, dat is de naam. Oké, het spijt me, Angelo. Angelo GTO, dankjewel voor het worden van de baas van de parkeerplaats. Goedenavond, Knol. Zeddy Danny, dankjewel voor de 4 maanden. Shout-out jou, Zeddy Danny. Dankjewel, man. Speciaal voor jou heb ik deze, Angelo. Milan, overwinningshand. Fantastisch, dat was hem. Alsjeblieft, Angelo, die is speciaal voor jou. Ik word een nog groter verbaasd. Is dat zo? Je bent het al, man. Dankjewel voor die... Goedenavond, Milan. Mijlpalen neer 5, maar geen mambo. Ik weet niet of jullie het hoorden net, maar er zijn dus... En dat is wel geinig. Dit is even serious talk. Even serious talk, chat. Even serious talk. Kijk, in dat intro wat ik afspeelde net... zitten dus de namen van de mensen die lid zijn op een heel hoog niveau. Dat zijn namelijk Richard, die is de baas van de parkeerplaats. Nou, nu dus ook Angelo. Welkom, Angelo. Je bent samen met Richard de baas. Dat is een lidmaatschap van €49,99 per maand. Nogmaals, mag je zelf verkiezen. Je kan denken, wow. Mag je zelf verkiezen, gast. Ik waardeer het. Dankjewel, man. Dames en heren, Angelo GTO! Ongelooflijk! 50 gifted suppies. 50 mensen zijn nu lid. Welkom. Angelo GTO, shout out hem. Mag ik een double? Zo, kijk hem gaan! Zo!
Yo, gooi even een www in de chat. Een www voor Angelo. Wow, 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 wow. Dankjewel, man. Dankjewel voor de 50 giften. Dankjewel voor het worden van baas van de parkeerplaatsgast. Maar, voordat wij... Want ik wilde net vertellen. Angelo, welkom. En er zijn dus 3 mensen die hebben een hoog rek. Nu 4 dus. Richard en Angelo zijn dus de baas van de parkeerplaats. Hè, wat ik net zei, hoogste rank. En dan heb je nog 2 anderen. Dat is Gwen en Yvette. En die zitten daar net onder. Die zitten op de €29,99. En dat heet de parkeerbeheerder. Dus die zijn zeg maar de beheerders van de parkeerplaats. Maar nog niet de baas. En die kwamen in dat nummer voor die je net hoorde. Ik zal even... Dus wordt nu lid. Even kijken. Je hoort erbij. De parkeerbeheerders zijn Yvette en Gwen. En de baas van de parkeerplaats. Hoorde je dat? Richard. Oh, hij gaat een beetje vaag. De baas van de... De parkeerbeheerders zijn Yvette en Gwen. En de baas van de parkeerplaats is Richard. Cool. Goed. Ik ga een klein experiment dingetje doen. Dat ik elke keer wil proberen om zo'n uniek muziekje te starten. Met dus de namen van die mensen erin. Want shout-out jullie. En soms op een game. Dus ik heb er straks nog 1. Ja, het is AI. Ik vind het grappig. Ik vind het geinig. Ik vind het een leuke manier. Ik ben alleen de link even... Tim, kun je mij de link even sturen op Discord van Stream Elements? Want die ben ik kwijt. Die is gewoon... wat activity fee. Oh nee, wacht. Ik heb hem. Bang, bang, bang. Goed. Dus dat. Maar. Shout out Angelo. Ja, dat dus. Eigenlijk. Dik gast. Echt dik. Echt heel dik. Dankjewel, man. Ik zit wel soms. Hier zo in mijn kamer. En dan heb ik wel het gevoel dat ik vaak heel erg alleen ben. Oh, hoor dit brugje. Oh. En dan zet ik een nummer op. En dan probeer ik mij weer, zeg maar, weer te herpakken. Weet je wel? En ik ben benieuwd. Wat is jullie favoriete nummer waarin jij jezelf weer herpakt? Als jij je een beetje sip voelt. Als jij je een beetje kut voelt. Als je denkt van, weet je, bro, ik moet even weer die vlammen in mijn reet voelen. Zodat ik weer wat ga doen vandaag. Ik moet weer wat doen vandaag. Wat voor... Ik wil fietsen? Nice, David. Shout-out jou, man. Ik wist dat die zou komen. Shout-out jou, David. Verder, als jij Ik wil fietsen luistert, dan heb je dus weer die vlam in je reet en dan ga je weer. 1 miljoen vrienden van Mr. Polska. Zie ik. Het vliegerlied. Gangnam-stijl. Goed. Als iemand je een doos zou geven met alles wat je ooit kwijt bent geraakt, wat is dan het eerste waar je naar zou zoeken? Goeie vraag, Jevermode. Dank je voor de 8 maanden. Kom ik zo meteen op terug. Baby One More Time van Jack Black. Europapa. Oké. Okay. Thunderdome Hardcore. Oké. Okay. LMFAO. Sexy and I Know It. Oké. Okay. Dit zijn jullie hits. Dat jullie denken van... Oké, hier kom ik weer terug. Let op. Ik heb er ook 1. Dit nummer luister ik. En dan word ik weer helemaal blij. Moet je horen. Ik zit hier zo alleen. 3 keer in de week. Oeh. Probeer wat geld harken, maar dat is juist het probleem. Ik heb je nodig. Ik heb je nodig. Je moet nu lid worden. Je moet nu lid worden. Ik heb je nodig. Wat is nou €3 in de maand? Wat is dan €3 in de maand? Ik heb je nodig. Wat is nou €3 in de maand? Inderdaad. Ik heb je nodig. Oeh. Ik heb je nodig. En dan heb ik weer die vlammen, heb ik weer helemaal terug. Dan voel ik het weer en denk ik, ja, ik heb je nodig. Ik heb mezelf nodig. Ik moet er weer voor gaan. Let's go. Let's go. Ah. Ik heb je nodig. Ja. Ik heb je nodig. Wauw. Wauw.
Ingesproken door González Knol. Daarom dat hij niet zegt nodig, maar hij zegt... ik heb je nodig! Goed. Vet. Jevermolen, jij zei net 8 maanden... als je iemand je een doos zou geven met alles wat je ooit kwijt bent geraakt... wat is dan het eerste waar je naar zou zoeken? Ik denk... als je het hebt over alles wat je ooit kwijt bent geraakt... dus dan heb je het over spullen, niet over personen. Dus dat is fijn. Dat is wat makkelijker. En als je nou kwijt bent geraakt... Wat ben ik ooit kwijt? Ik ben nooit wat kwijtgeraakt, man. Ik ben nooit in het verleden iets kwijtgeraakt... waarvan ik dacht... bruh. Geef mij dat terug. Ik ga meestal jouw live terugkijken. Nou, oké. Ga maar weg dan, Robinho. Wat ben je nu live aan het kijken dan? Als je mijn live nu al normaal live voor jouzelf op dat moment live terugkijkt. Wat? Gast, doe je hier, man. Stop met kijken. Ga hierna gewoon. Kom over 2 uur, 3 uur terug. Dan staat er een livestream live. Dankjewel, Robinho. Ja, man. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik weet het niet. Ik ben nooit echt iets kwijtgeraakt. Het is niets wat ik wou zoeken. Nee. Het is meer... Misschien personen en vriendschappen. Dat misschien. Maar geen voorwerp of geen ding. Nee, dat niet. Nee. Ik ben niks daarvan kwijtgeraakt. Dat ik denk, oh jee, dat had ik echt... Het ding is ook... als ik iets was kwijtgeraakt... heb ik het waarschijnlijk niet doorgehad. Want dan mis ik het niet. Ik weet namelijk wel dat... Kijk, als YouTubers zijn, dan heb je heel veel... en ik ben al heel veel dingen met dat kwijtgeraakt... Je hebt heel veel SD-kaartjes, je hebt heel veel statieven, je hebt heel veel lampen, je hebt heel veel, voornamelijk SD-kaartjes die in die camera's gaan. Soms ook oude camera's. Ik heb 3 dezelfde camera's. En dan weer 4 lenzen en weet ik het allemaal. Soms raak je wel eens zo'n ding kwijt. Voornamelijk een SD-kaart, dat raak je dan kwijt. Sterker nog, ik ben 2 SD-kaartjes een keer kwijtgeraakt die €300 nog iets waren... En dat waren van die 256 gigabyte grote kaarten die extra snel gaan. Weet ik allemaal. Enorm belachelijk duur. Daar ben ik er 2 ooit van kwijtgeraakt. Ik had er 3. 2 waren ineens weg. Dus die heeft misschien iemand meegenomen. Of ik heb het per ongeluk, weet ik veel, gast. Dus misschien die 2. Zou leuk zijn. Maar ik mis de content er niet op. Want ik heb er nooit echt naar gezocht. Dus boeide me ook niet zo heel veel. Ik vond het wel jammer. Maar ik bedoel, like... Ja, wat doe je eraan? En ik had op dat moment niet eens door dat ik ze kwijt was, want ik heb 15 SD-kaartjes. Dus ja, ik weet niet. Misschien heeft stagiair die meegenomen. Ik weet het niet, gast. Goed, dus stagiair, als je kijkt, als je die SD-kaartjes hebt. Hey, veel plezier ermee, man. Ik gun het je. Als je op die manier aan spullen wil komen. Is toch best? Goed, klaar. Zijn jullie klaar voor kapper? Ja, spullen zijn mijn spullen. Als je dierbaren terug zou kunnen wensen... Ja, dat is daarom. Daarom zei ik ook... Wat is echt... Het ziet eruit als spullen. De personen, dierbaren, dat soort dingen. Oh man, dat heb ik wel even. Heb je even? Ik heb wel een lijstje, hoor. Thomas, jij hebt mijn SD-kaartjes? Nee, is goed, joh. Nee, is goed, man. Wat is op? Goedenavond, Avitet. Goedenavond, Menno en Ruffle en Thijs. Ik zie jullie allemaal in de chat. Danny, what's up? Goed. Kapper, ding, bam, klik, aan. Start. Hij staat aan. Barça of Real? Yo, ik ga niet kiezen tussen die 2 clubs, man. Manchester City. Ha! City, bro. City. Hij staat hard, gast. Avond, Milan. Alles goed? Ik zie ik op de bank, helaas. Je zit op de bank? Helaas? Oh, ziek. Wat een zin. Ik ziek op de bank, helaas. Ik ben ziek. Grammatica. Goed, Menno. Dankjewel voor de €2. Alles gaat met mij goed. Beterschap. Vervelend dat je ziek bent.
Maar chill dat je dan even gewoon de tijd hebt om lekker live mee te kijken, man. Lekker, maat. Lekker, man. Doe je nog 3D-printen? Nee, die heb ik weggedaan, die 3D-printer. Daar heb ik iemand anders blij mee gemaakt. Want ik was er te weinig aan het doen. Ik heb wel veel dingetjes gemaakt. Ik heb ook nog dingetjes die ik niet heb gefilmd. Dat had ik eigenlijk wel moeten doen, maar... Oh wel. Goed. Het prachtig nummer hoor je op de achtergrond. Dat is de Hairdresser Simulator. Die ga ik even nu klaarzetten. Dat doen we hier. Bereid jij alvast voor op de... Op het intro van... Staat hij er? Ja. Op het intro. Want die gaat zo komen. Oh, en dan mag jij dus gewoon typen. Er komt, als het goed is, komt dan iets in beeld. Ja, er komt iets in beeld. Hier is een chat. Dus dan zeg je gewoon hoi. En dan zie ik jasje. Dankjewel, man. Ik heb het jasje gekregen van Enzo. Shout-out heb. Ik ken hem nog maar net ook. Hij is wel een aardige vriend, Enzo. Ik ken hem nog maar niet zo lang, maar hij doet wel leuke dingen. Vet. Cool. Oké. Gaan we. Klaar voor de intro? Ik wel. Mooi. Dames en heren, heb jij ooit gedroomd over het zijn van een kapper? Nou, ik niet, want ik weet zelf niet eens of mijn kapper nou nog steeds leeft of dood is. Haha, ik zie jullie comments al komen, want haar dingen. Goed, ik ben ooit een keertje kaal geweest. Dat was fantastisch. Toen heb ik mijn roze geverfd. Dat was twijfelachtig. En toen kreeg ik mijn haar, zoals nu. Goed, ik heb verschillende haarstijlen gehad. Maar ik ben benieuwd wat voor mensen haarstijlen willen in mijn kapperszaak. Mijn eigen kapperszaak. Laten we knippen. Ik heb geen diploma voor dit. Dus dat wordt wat. Ik ben heel erg benieuwd. Goed. Oké. Ik sta voor campaign, maar dat maakt niet uit. Profiel, nieuw game. Are you ready for a new hairdressing adventure? Ladies and gentlemen. Ja, dat ben ik. Goed. Klanten kunnen jou een beoordeling geven met een thumbs up en thumbs down. Oh, over thumbs up gesproken. Druk even duimpje omhoog, man, op de video of de livestream. Allebei mag. En als je abonneert, maak die geluidje. Goed, ik probeer gewoon mijn boodschappen te doen, man. Yo, ik ben zeker klaar om te leren. Hij staat hard, gast. Maar dat... That's posing. Ik ben kaal, zegt Bas. Nou Bas, leuk voor je. Quite the free spirit. Dat scheelt heel veel kosten. Even an airhead. She has some lovely curls. Gast, wat boeit mij dit allemaal? Oké, vet. Dat boeit mij die hele gast. Ik droom van een carrière als kapper. Ja, zeker. Is jou dat kappers, man? Zonder kappers waren wij allemaal tering lelijk. Niet allemaal. Sommigen blijven gewoon lelijk. Maar goed, daar kun je niks aan doen. Muis, WSD. Ja, prima. Goed, dat kan ik. Zo de mieter, hé. Wacht even hoor. 1 seconde hoor. Die mouse sensitivity is weer zo'n feest. Zip. Ah, dit is beter. Goed. Mag ik lopen? Ja, ik mag lopen. Oh, dit is mijn... Zo, hij lijkt. Dit is mijn kapsalon. Is dit mijn eerste klant? Mevrouw, bent u klaar om helemaal tering ingeknipt te worden? Ik heb nu al zin. Nice, goed. Wat een mooi ook. Mooi. Goede spiegels ook. Onze spiegels werken niet, mevrouw. Die zijn tijdelijk buiten gebruik. Want deze game gaat over een kapsalon, maar heeft niet werkende spiegels. Even serieus, wat is dit voor... Wat slaat dit nou weer op? Je hebt niet werkende spiegels in een kapsalon. Oké, goed. Begint al goed, man. Love it. A. Hold A to move customer. Oh. Hey, maat. Ga zitten. Neem plaats. Ik ga u even lekker wassen. Oeh. Wow. Wat er gebeurde er? Wat was dit voor rare soort van explosie vanuit haar onderbuik? Wauw. Wauw, mevrouw. Was worse for my hair, the road trip there or living in a tent. Oh, weet ik ook niet. Living in a tent, maybe. In the end, I was vet verhaal. Muziek. Thanksgiving. Oh, familie. Ach, tuurlijk. Ja, je gaat je mooi maken voor anderen. Je moet je mooi maken voor jezelf, meid. Je moet aan jezelf denken. Je bent het waard. Je weet dat je het waard bent.
Je weet dat je het waar. Ik zag laatst wel trouwens een video op TikTok dat iemand zei... je moet je niet wassen met haar uit de supermarkt. Je moet je wassen met paardenshampoo. Toen dacht ik, wow, wacht eens even. Waar gaat de wereld heen? Wat doen we nu precies? Het schijnt nog te werken ook. Er was niet één iemand die het deed of zo. Het waren echt veel mensen die het deden. Als je de comments mag geloven. Maar goed. Ieder zo zijn ding. Goed, ik ga dit gewoon volgen, want dit lijkt me al vrij logisch. Goed, ik zie die mevrouw hieronder. Dit zijn denk ik haar pijnpunten. 0%. Dus als we op de schedel slaan hier, aan deze kant, doen we misschien haar meer pijn. Oké. Water. Is dit warm genoeg, mevrouw? Is dit warm genoeg? Is dit lekker? Is dit warm? Is dit warm genoeg? Is het warm genoeg, mevrouw? Ja, is het oké? Is het geen pijn aan de schedel? Oké, goed zo. Fijn. Fijn om te horen. Ja, nee, weet je wat het is? Ik was dus laatst bij de buurvrouw. En je weet toch wel, die buurvrouw die zit altijd zo te zeiken van... ik ben de buurvrouw, ik zeik. Dus wat heb ik gedaan? Meid, hou even mijn douche-ding vast. Goed, ik doe even shampoo erin. Ja, meid. Dus ik zeg tegen haar, weet je wat ik ga doen? Ik ga eens even goed zeiken. Want ik heb gewoon volledig mijn benen geopend tegen haar schuttingdeur. Alles eronder gepist. Hier, zaken zal het. Of niet, meid? Grappig, hè? Ja, meid, het is ongelooflijk, weet je. Maar weet je, het is zo vervelend. Weet je, we wonen gewoon zo dicht naast elkaar. En we zitten in Nederland, hè? We hebben ook geen ruimte. Het is ook een huistekort, trouwens, hè? Zo'n huistekort, ja. Zo, ik ga jouw haar even uitspoelen. Je hebt het mooi onderhouden, hoor. Mooi. Wat heb je de laatste tijd gedaan? Vertel me. Ik had het gevoel dat je bij een kapsalon altijd wat meer domme shit praat dan ooit ergens ter wereld. Ik denk dat in een kapsalon de meest nutteloze gesprekken ter wereld gebeuren. Denk ik echt. Mevrouw, je bent helemaal nat, klaar en ready om geknipt te worden. Waar moet ik heen? Hier. Kom maar. Helemaal ready. Oh, wat een sprankelend haar. Huh? Waarom is het haar korter trouwens? Was ze niet lang haar toen ze hier binnenkwam? Hoe? Heb ik haar al geknipt of wat? Huh? Ik zou toch zweren dat ze lang haar had? Ik ben in de war. Oh jee, we moeten haar drogen. Nou, dat is toch geen enkel probleem. Even kijken, hier de föhn. Zij doet het echt. Je blaast gewoon vol in haar gezicht. In plaats van dat je het echt wegveunt. Prachtig, meid. Ja, ja, het is vrij rustig vandaag in de kapsalon. Ik weet het. U bent de eerste klant weer sinds tijden. Ja, ik was even dicht, want je weet wat ze zeggen, hè. Twee keer dicht is nog lang niet open. Goed. Hairbrush, hold. Oh, we gaan even uw haar kammen. Oh, ik laat mijn kam even op uw hoofd liggen. Vindt u dat erg? Nee? Oké, dan kan ik daar even een foto van maken. Goed, blijf zitten, mevrouw. Dit is voor de Instagram. Zo met die kam in uw haar, dat is vet, man. Ja! Ja hoor! Top! Dank u wel, hoor, mevrouw. Dank u wel. Goed, ik ga dan nu even wel wat doen. Zo. Ja. Zo. Ja, even de klit uit uw haar. Ik ga altijd liever klit in de haar dan haar in de... Ja. Ja, je weet wat ze zeggen tegenwoordig. Ja, dit heb ik van mijn zoon. Ja, van mijn zoon. Ja, dat is zo'n gekke jongen. Ah ja, pubers hè, pubers. Ja. Tegenwoordig weet je het ook gewoon niet meer. Gewoon wat nou echt is en wat niet, hè? Hoe ga ik uw onderste haar doen, precies? Oh, zo dus. Oké. Een nieuwe baan. Ja, man. Ik ben hyped. Sick. Wat doe ik, precies? Daar moet ik heen. Ah. Er zijn twee lagen van het haar. Mevrouw, wist u dat u twee lagen heeft in uw haar? Wist ik niet eens. En ik ben de kapper.
Oh ja, je kan speciaal klikken op een stuk. Goed. Oh, je kan ook hier klikken. Oh, gewoon schedelstukken, zeg maar. En je kan ook nog daar weer onderscheid in maken. Jeetje, man. Wat goed. Hallo. Hallo, Willy Wonka. Goed. Dyeing brush. Wat wil ze precies eigenlijk dan? Apply any hair dry. Chat, kleur. Wat voor kleur geven we haar? Geven we haar shades? Of geven we haar een trending color? Geven we haar one color of een ombre? Oftewel twee kleuren door elkaar. Ik zie roze in de chat. Nog een keer roze. Groen. Blond. Rood, groen. Jullie zijn niet serieus, heb ik het gevoel. Wie denk je dat zij... Het ziet haar hoofd eruit alsof zij rood of groen wil? Huh? Goed, ik zie roze en blauw. Nou, ik doe wel roze. Prima. We gaan wel voor roze. One color. Pink. Goed, ben je klaar voor meid? Ik ga even zo... met de hair dye zo dwars door uw kop heen. Zo. Hoe blijft dit ook staan, hé? Die lange pluk. Nou, weet ik ook niet. Zo. Maar dit wordt fantastisch. Ja, ik heb laatst ook een klant gehad. Die wilde ook roze. Nou, je had het moeten zien. Ik heb het helemaal verneukt. Ik heb gewoon expres gedaan. Ja, zij kende de buurvrouw waar ik het net over had. Dus ik heb gewoon expres helemaal verneukt. Ja, man. Ze moest eens weten. Ja. Nou, ze loopt verschut hoor. Ik niet. Ik bedoel, één klant minder. Nou, en? Ik heb onlangs geleerd ook. Heb je slecht nieuws, zeg het maar gewoon tegen mij. Je goed nieuws, zeg het vooral tegen iemand anders. Hè? Wat vind je daarvan? Goed. Het lijkt nu wit, maar het is rood. Roos. Roos is het. Roos. Roze bedoel ik. Roos. Nieuw schrapsel. H-E-H-E-H-E-H-E-H-E-H-E-H. Nice, man. Thanks, King Cappy. Thank you. Nieuw kapseltje. Ja, dat wil ze. Nou, prima. Best, toch? Ik kan het gewoon doen. Wat moet ik nu doen? Grab a strain of hair. Ik heb dit allemaal gedaan, toch? Exit. Goed. Nou, mevrouw, dit ziet er fantastisch uit. Ik weet niet waarom daar de roze is gebleven, maar misschien moeten we het er even uitwassen. Ik denk dat... Ja, dat moeten we. Ja. Kom maar even naar de ding toe. Loop maar even hierheen. Wil je dat ik je draag? Ben je gek of zo? Lekker zelf lopen. Cool. Nou, bent u... Ik ga niet afvragen wat dat was. Bent u klaar om weer helemaal ondergespoten... Water. Hier, water. Kijk, de kleur zal na 2 dagen een beetje vervagen. Dan krijgt u uitgroei. Maar als u in een bepaalde buurt woont... dan kunt u dat gewoon laten zitten. Want ik was laatst dus bijvoorbeeld in... Schijndel, ik weet niet of je dat kent. En daar lopen gewoon mensen met allemaal uitgroei. Dat is helemaal een ding daar. Dat is gewoon helemaal hip. Dus maakt helemaal niet uit. Dan kunt u gewoon verhuizen naar Schijndel. Dan kunt u gewoon daarheen. Op allemaal mensen met uitgroei. Dat is daar echt een ding. Ja, ik weet het ook niet. Goed. Hallo, slaapt u, mevrouw? Hallo? Hallo? Goed. Ah, we gaan nu weer terugbrengen. Komt u maar even hier naar de stoel. Ja, dus ik denk dat dit niet helemaal is hoe u het wilde, maar het matcht wel met het shirt. Eerlijk? Top, fijn dat die spiegel ook werkt. En nu? Hairdryer. Oké, we moeten het weer feunen. Gaan we weer. Zo. Hoe was uw dag verder? Of heeft u nog niet veel... Ja, het is ochtend, hè. U bent de eerste klant. Dat snap ik wel. Een beetje een rare vraag ook. Hoe was uw dag verder? Nou goed. Zo, hier aan de zijkant nog een beetje. 0% overal. Prima. Oh, ik moet het kammen. Sorry, kut. Fout. Zo, kam 1. Kam 2. Kijk. Is dit hoe u het wilde? Ja. Boeit me. Als u maar betaalt. Maakt me niet zo blij wat voor kapsel je hebt.
Ik vind de club best wel leuk. Oh, oké. Okay. Nou ja, dat kan. Why not? Ik bedoel, ze kan het hebben. Misschien jij ook wel. We hebben de straightener. Wat is dit nou weer? Dit lijkt wel een paperclip. Wat is dit? Steltang. Sick. Nou, gaan we... Oeh, we gaan het even... Oh, dit is... Oh, jij wordt zo'n kort pittig tantenkapsel ding, wordt dit. Vet. Ja, vet. Heel cool. Oh, maar dit is wel mooi, hoor. Dit wordt wel mooi. Hey, trouwens, ik heb de kwaliteit op het alle hoogst gezet van de game. Net. Alles op ultra, alles op hoge kwaliteit. Dus dit zijn de physics. Dit is het ook. Ik kan mijn eerste salon kopen. Oh, dit was de tutorial. Okay. I feel much better now. Mooi. Honestly, I couldn't have done it better myself. Tuurlijk kan je het niet beter zelf doen. Ik ben de kapper. Good when how you look, and I swear I'm less of a mess than I give my warmest regards. He really knew what you. Okay, top. Nou, goed. You've learned your lessons. Oh yeah. I heard learn my lesson. Blah blah blah. Just rent in this city. Remember how else will customers okay. Show them. Okay. Goed. Approach the tablet. Ja, en dan. Wat kunnen we hier doen? Salon. Oh, hier gaan we ons salon kopen. 1350. Zo, dat is best wel goedkoop. Oh, dit is de huur, denk ik. Dat is nog wel goedkoop, maar goed. Ik heb talent hiervoor. Oh, dankjewel. Ik heb wel eens nagedacht om kapper te worden, inderdaad, ja. Hey kid. I know I said I moet wel zeggen, ik heb slechte ervaringen met kappers. Maar ja, goed, dat vertel ik zo meteen wel. Hoe gaan we... Wat gaan we doen hier? Wat is dit? Hoe kies ik dingen? Sign size... Ja, zo groot mogelijk natuurlijk. Wat denk jij? Even kijken. Wat doen we? Prachtig. Zo. Hoppakee. Pattern. Ja, dit. Naam. Wat voor naam? Naam? Knol. Knip. Salon. De knolkipsalon? Knolknipsalon. Zo'n goeie. Kut bij knol. Milan Knip. Leuk. Ja, ik vind cut by knol. Dit ziet er wel professioneel uit. Maar dat is te professioneel. Dat willen we niet. Doe maar... Knolknip. Welkom bij de knolknip. Welkom bij de knipknol. Hoewel, kapper knol klinkt ook wel gewoon lekker, hoor. Kapper knol. Klinkt wel gewoon top. Ik doe kapper knol. Ik vind het top. Dat wordt hem. Ja, uiteraard in roze. Prima. Best. Oké, ik ben klaar. Hoe doe ik dat? Doe ik safe. Yes. Naar de salon toe. Sick. Milan's hair, kut. Ja, net zoals dat shirt van Enzo toen in Japan. Elke haarsalon heeft... of moet schoon, oké? Sorry dat ik graapte, sorry. Als jij ook moet gapen, dan ben jij mijn vriend. Als jij niet moest gapen, dan ben jij een psychopaat. Dat ik het even weet. Take out wallet. Put down the tool in your hand. Oké. Wat mijn wallet is om te verkopen. Oké, ik heb er niet echt op gelet. Kan ik dit allemaal niet verkopen dan? Oké, fiets. Wie wil er een stoel? Hier. Je mag die hele ding hebben. Telefoon. Tafel. Stoel. Hier. Brullenbak. Wil je een brullenbak hebben? Dat mag niet, blijkbaar. Hier ligt nog een kruk, hè? Wat de fuck met kruk, gast. Ik koop die zooi. Even kijken. Dat was hem, hè? Denk ik. Hier kan ik niet in. Nee. Wat eng dit, hè? Zo'n klein... Beetje Amsterdamse grachtengevoel eronder. Oké. Dit oppakken. En dan hier erin. Ik heb niet echt opgelet. Blik dat aan? Oh, dat is sweepen. Oké. Dit gaat wel heel simpel, hè? En dit ding. Dat moet hiervoor. Zo, dat ging ook heel snel en simpel. Zip. Oké. Oh, ik heb nog iets van de grond wat ik moet vegen. Ja, hier. Collect all trash. Wat
Ik ben nu aan het stofzuigen voor niks eigenlijk, zeg maar. Maar waar moet dit heen dan? Moet ik dit echt hierin doen? Ja. Ah, dat moet op die manier. Oké. Okay. Een kapper... wist niet dat een kapper een stukje door was? Bro, ik ben een kapper van alle markten. Ik kan nog veel meer dan dit. Maar goed, dat ik al vertellen. Ik heb dus 2 slechte ervaringen bij kappers. Eigenlijk bij... van die of... Godgloeiende. Oh. Eigenlijk van... Bro, je moet het ingedrukt houden. Dat is zo raar. Wanneer... is normaal klik je 1 keer, maar nu moet je het ingedrukt houden. Zo weird. Zie je alweer. En dat is bij zo'n barber. En dan ging ik toen alleen mijn... baard scheren. En toen zei ik tegen die persoon van... Bij de eerste was dat. Zei ik van... Ja, ik heb een beetje een moeilijke baard. Ik heb zelf ook altijd last van. Want ik heb een beetje zo'n scherpe kaaklijn heb ik. Dus je moet even een beetje opletten. Ja, ja, geen probleem. Nou, nog geen 2 minuten later sneed hij mij gewoon hier zo achter. Precies op dat ding waar, wat ik dus aanwees. En hij sneed daarna nog een keertje hier. Ik werd boos op hem. Ik zette hem, gozer, dat ken hij natuurlijk. Toen zei hij van sorry. Het spijt me. Dat was het. En toen was ik boos. En toen heb ik een slechte review achtergelaten. Want ik moest alsnog gewoon volle bon betalen, €25. Terwijl ik 2 sneetjes, hier een snee en daar een snee had. Dan denk ik, gast, kom op man. Cut me a slack. En toen ging ik naar een andere kapper. Dacht ik van, oké, nog een keer speciaal een barber. En naar zo'n of hoe noem je dat? Hoe noem je dat nou? Dat die alleen voor de baard is. Hoe noem je dat? Het heeft een naam. Een barbier. Ja, barbier. Is het niet een barbier? Barbier. Ja man, we kopen dit design vet. Wow, dit boeit me echt helemaal de ballen niet. Hoe mijn fucking kapsel onderuit ziet, gast. Die spiegels werken toch niet? Ja, je moet helemaal je eigen ding maken, gast. Store, salon. From the set. Buy and paint. Oh. Sick hoor. Nou, cool. Clean hoor, heel clean. Heel clean. Waarom is paint salon 50%? Wat kan ik nog meer doen dan? Ik weet wat ik nog meer kan doen. En wat nog meer? Doe maar eens. Wat een ongelooflijk lelijke vloer. Nou goed, we hebben hem nu al erop zitten. Was het een barbier? Ja, barbier heet dat wel. Ja, hij heet een barbier. En toen, wat er toen gebeurde, was ik ging dus naar een ander. En dit was in Nijmegen dat dit gebeurde, die ene barbier. En dan was ik in het centrum, dus ik was nogal mad. En toen daarna ben ik aan een andere barbier gegaan in Assen. Helemaal de andere kant van fucking Nederland. En Turkse of een Marokkaanse barbier, ik weet niet precies uit mijn hoofd. Super vriendelijk. Ik zei tegen hem precies hetzelfde. Ik zei ook van, yo, let even op, want ik heb gewoon rare... Dit is scherp. Mijn kaak is raar gebouwd, zeg maar. Hier loopt het ook erin een beetje. Ik heb altijd zelf ook altijd dat ik dit moet doen en dan pas kan scheren. Het is wel super vervelend. Ik heb echt gewoon een kuthoofd. Maar goed. Toen... zei ik dat tegen hem, zei hij van, oké, ik zal erop letten. En hij deed het in het begin ook, hij ging daar ook op letten, dus dat was super nice. Echter, zei hij, terwijl hij bezig was, wat heb ik net gekocht? Ik weet het niet. Terwijl hij bezig was, zei hij dus, yo, hij zei niet yo, ik verzin dat nu yo. Jij hebt inderdaad wel een unieke karakteristieke dingen, blabla. Ik weet niet precies hoe die het noemde, maar unieke eigenschappen ding hier zo. In ieder geval had het over mijn kaaklijn en die shit. Dat was uniek. En toen zei hij op een gegeven moment van, dat is echt ideaal voor een stagiair. Die kan daar echt goed op oefenen. Dus ik zei van, oké, ja, nice. Ja, kan. Inderdaad. Maar ja, ik heb dat nog nooit meegemaakt. En als er een stagiair is die dat wil doen, dan zeg ik, sure, doe je ding. Snij me lekker open, gast. Als ik maar mag filmen. Vet, man. En toen, wat gebeurde er? Nog geen minuut later, snijdt hij mij ook! Letterlijk hier weer! Dus ik kreeg hier zo'n... ik had hier een beetje bloed zitten. En hij pakt meteen zo'n doekje erbij en is zit zo te deppen.
Dus ik zeg van, ja. Bij de stagiair zal het denk ik wel 10 keer erger zijn. Begon niet zo te lachen. Ja, sorry man, sorry. Het was echt niet de bedoeling. Sorry. Dus ik zeg van, oké, whatever. Dus hij ging verder en daarna ging hij me knippen. En toen had ik zo'n plakketje gekregen van hem. En toen daarna zei ik tegen hem van, ja, wat gaan we doen? Want het is niet chill, hè, dit. Hij zegt van, je hebt helemaal gelijk. Helft van de prijs. Helemaal prima. Mijn fout, ik had je niet mogen snijden, want je had me nog gewaarschuwd. Nice, eindelijk iemand met verstand, dank je. En sindsdien ben ik gewoon niet meer gegaan, want het is gewoon 2 keer dat ik ben geweest, is het gewoon misgegaan. En dat is gewoon helemaal kut. Dat wil ik gewoon niet meer. Dus ik wil gewoon dat gevoel niet meer hebben. Wat ben ik aan het doen, gast? Ik ben dingen aan het aanklikken, bro. Kijk, ik heb een of andere set gekocht, gast. Hoe unpack ik dingen dan? Oh, hier. Hand. Unwrap, hold A. Oké. Unpack. Oh, zo. Wat? Nee. Welkom, spullen. Welkom. Welkom, spulletjes. Oh, what the flunk. Wat is dit nou weer? Oké, deze moet hier. Klik. En deze moet hier. Zip. Vet. Deze mag hier. Oh, draaien. Wat moet deze? Daar. Ja, ik heb gewoon zo'n set gekocht. Je kan het ook helemaal zelf dus instellen, zag ik net. Maar ik heb nu gewoon een set gehad. Maar goed. Dus als je... Ja, en nu... Dat was ook wel cool. Want toen ik hier kwam wonen... Toen heb ik dus... Wat is dit trouwens? Een rooster of een lamp? Oh, dat is een lamp. Toen ik hier kwam wonen, heb ik dus... Hallo? Waarom gaat hij niet erin vastklikken? Oh, er ligt nog wat. Deze kan ik verkopen. En deze ook. En die ook. Nice. Toen heb ik... was ik op zoek naar een kapper. Dus toen ben ik eerst naar de kapper in het dorp gegaan. Super chille guy. Super aardig. Super nice. Maar ja, ik vind het gewoon heel vervelend als... er kinderen in de kapsalon rondlopen van de eigenaar zelf. Die dan zeg maar de hele tijd naast je gaan staan, naar je gaan kijken. En de dingen gaan vragen over YouTube en weet wat ik bedoel. Dus dat was zo van oké, 1 keer sure. En toen ging de 2e keer heen, was dat weer het geval. Toen dacht ik oké, laat maar. Dus ik ben er niet meer geweest na 2 of 3 keer. Omdat ik zoiets had van ja, leuke kinderen. Maar ik heb wel even een kapsalon gewoon chill. Gewoon met volwassenen. En toen, heel toevallig, een maand of 2, 3, 4 later, keek ik dus in een krantje. En in dat krantje stond, wilt u thuis geknipt worden? App of bel mij. Dan dacht ik, bruh, dit moet ik hebben. Ik lees nooit een krant. Laat staan krant van het dorp. Ik bedoel, wie leest dat nou? Oh, je moet oefenen. Een course. Oh, je moet wel echt oefenen. Je moet leren om te knippen ook. Sick. En toen heb ik dus die vrouw gebeld en gezegd van... Yo, ik ben hier net komen wonen. En lijkt me wel cool als je me wil knippen. Dus wil je dat doen? Zij zei, ja, is goed. En die zou wonen ook hier in dat dorp. Dus dat is helemaal top. Dus je hebt geen reiskosten of shit die je betaalt. Het was gewoon vaste prijs. En toen kwam ze hier. En toen zei ze van... wat leuk. Ik woon hier zo dichtbij. En we hadden een heel chill gesprek gehad. En die is nu al 6 jaar mijn kapper of zo. Kapster, moet ik zeggen. Helemaal top. Goed, meneer, ik had even een gesprek met dames en heren en alles ertussenin thuis. Ik ga u even onder handen nemen. Zo, de mieter, wat is dit? Rock on, baby. Wilt u, wat wilt u? Wilt u eraf? Wat is de bedoeling? Oh, wat? Wat wilt u? Ik snap niet wat u wilt. Aim, hold, head. Oh, hier. Oh, ja. Wilt u alles eraf? Ja, customer bald. Oh, jee. Oeh. Waar is hij? Oh, daar is hij. Komt hij aan. Oh, sorry. Uw wenkbrauwen mee. Spijt me. Gaat hij? Hij komt zo terug. Ja, daar is hij weer. Dat lijkt wel een stofzuiger, joh.
Goed. Ik weet niet wat ik aan het doen ben, gast. Ja, het is mijn eerste dag, man. Ik ben aan het oefenen. Laat me heel even. Kale koppen niet stoppen. Dat is het hele ding. Hoppakee. Kale koppen niet stoppen. Het gaat niet zo soepel, hè? Ik denk als mijn kapster dit ziet, dan zegt ze van... Nou, ben blij dat ik het doe en dat je het zelf niet doet. Maar goed, de laatste keer dat ik naar de kapper was geweest, was in Duitsland. 2 weken terug of zo. Dat was top. Die guy was ook wel goed. Die guy was heel nice. Ja, maar die was goeie. Die was een hele goeie. Nice, oké. Zo, Karin, dit kan niet, joh. Hé. Wanneer? Oh, staat je goed, gast? Hé. Hey. Staat je goed, man? Had je ook zelf kunnen doen thuis, maar goed. We zijn klaar. Schreeuw anders ook op zijn nek. Ja, dat doen mensen mee, hè. Ik heb ook wel eens gezien... zie ik zo eens doen. Met een kapper dat je zo'n... van dat harsspul in je neus en in je oor krijgt. Maar niet bellen, hoor. Dat hoeft echt niet. Ik denk als je dat eenmaal doet, dan moet je dat elke keer moet je dat doen. Schedule customers and start working. Hoe schedule ik workers? Ik heb even niet opgelet. Salon? Nee. Return. Hier, scheduling. Oké. Oh, ik kan zelf inplannen. Alaya, die wil alleen dat ze even gesteld wordt. Dus die laten we die maar om 10 uur zetten. En Mikaela, die wil zoveel zooi. Ze heeft onlangs haar man begraven. De derde. Haar derde man. Goed, nou, we hebben geen medelijden mee, maar we gaan zometeen wel even bellen. Ja, dit duurt een half uurtje, joh. Dit duurt een half uur, kijk. 50. Ja, dat duurt een half uur, is goed. Yes. Oké, okay, het is 10 uur. Eerste klant. Waar is ze? Moet ik haar zelf ophalen of... Oh, kijk. Hallo, welkom. Dag, hallo. U wilt stijlen gaan zitten, joh. Neem plaats, neem plaats, neem plaats. Ik heb... Kunt u wel de deur achter dicht doen? Oh, dank je. Goed. Ja, neem plaats, joh, in de spiegel desnoods, waar je niks ziet. Oké. Okay. U wilt stylen? Kunnen we doen. Dying? Hallo, ho, 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 niet dying. Straightener. Ja, kijk. Zo. Laten we dit even omhoog doen. Dan kan ik even sneller werken. Meid, ik ben hier zo goed in. Ik heb een hele cursus gevolgd, hè? Ja, ik heb een complete cursus gevolgd. Maar dit begint erop te lijken, meid. Hé, hey, fantastisch. Wauw. Toen jij ging gapen, moest ik ook gapen. Dat is mooi. Dat is goed. Dan ben je geen rare guy. Wat zou nou een beroep zijn waarin ze wel een dagje mee zou willen lopen? Ja, ik heb al best wel veel beroepen meegelopen, man. Ik heb best wel veel gezien al. Ik heb niet echt iets dat ik denk, oh ja, dit lijkt me wel cool. Speed up customer, finish working with the customer. Finish working? Wat moet ik doen? Deze, speed up customer exit. Bam. Komt meteen de volgende, hoop ik. Ja, zie. Nou, precies op tijd. Komt u binnen. Ik ga om het hoekje staan, ik ga haar laten schrikken. Komt staan. Geprankt! Je bent op de YouTube-kanaal van Milo Knol geprankt! Oké. Okay. Goed, ga neem plaats. Sorry, dat was een flauwe grap. Ja, ik ben onlangs begonnen met kapsalon en ik ben nu... Oh nee, nee, je moet hier gaan zitten. Kom even hier. Draai je om. Hier. Ja, ik ga gewoon zo doen. Als je E ingedrukt houdt, dan... Zo! Ik heb te veel video's online gezien waar dit fout gaat. Wat is er dichtbij? Goed. We gaan hem weer eens even nat maken. Want, dingen. Ja, dat was een unieke angle. Dat is een vette POV. Oké, is het nat? Ja, het is nat. Oké, snel shampoo erin. Nou, u bent wel de laatste klant van vandaag. Maar grappig is, u bent de tweede klant. En hierna heb ik niks meer. Hierna ben ik gewoon vrij. Het is nog maar 11 uur, gast. Het is nog maar 11 uur. Ik ben al vrij.
Het is toch belachelijk? Het is toch niet te geloven? Oké, okay, wash off. Hoppakee. Nope, sorry. Maar ik hoop dat u aan het genieten bent. Ik hoop dat u dit fijn vindt. Weet je wat ik het meest irritant vind? Als ik dit persoonlijk doe en ik ga zo liggen in zo'n schaal. Dan voel ik me altijd een beetje, weet niet, voel ik een beetje raar. Ik lig ook nooit zo heel comfortabel. Ik heb wel eens van die capsules gehad waar ze echt, echt comfortabel ligt. Maar... Oh, dry the hair? Ja, maar geef me dan wel even een dry... Geef me dan even een dry ding. Heb ik geen hair dryer of zo? Ik heb geen hair dryer. Moet ik die kopen? No time for shopping is work time. Ja, maar gast, ik... Dry the hair. How do I dry the hair? Ja. Kun je het gewoon niet laten uitdruppen of zo? Oh, dan moet ze in de stoel. Logisch. Dank je. Jullie hebben gelijk. En draai om. Maar de timing. Goed. We gaan even de föhn erbij pakken. Ik was even vergeten dat u hier moet zitten. Spijt me. Zo. Ja, kijk, weet je... Ik was dus... wat zei ik nou? Wat ik aan het doen was? Waar had ik het over? Oh, heb je een beetje haar in je oog? Oh ja, als ik daarin, daarin ga liggen, in dat ding daar... Dan... Vindt u dit vervelend? Beetje sassy. Nice. Dan voel je je nooit heel comfortabel. En ik heb ooit één keer wel comfortabel gelegen. En dan ging ze ook een hoofdmassage doen, bro. Oei, yo. Als jij in dat ding ligt en je krijgt een hoofdmassage. Dat is zo vet. Dat is zo relaxed. Nooit iemand zit zo aan mijn hoofd. Sick. Brush. Yes. Gooi even die laag omhoog. Dank je. Alle lagen. Gooi die alle lagen maar even omhoog. Kan ik beter... Zo. Ja, lekker man. Dit is goed hoor. Lekker maat. Trouwens, als je de livestream kijkt... Zorg even ervoor dat je onderaan de stream... het rode knopje live ziet. Want ik heb het gevoel dat sommige mensen achterlopen. En die kijken dus niet live. Heb je misschien per ongeluk op pauze gedrukt... of je internet was even slecht, waardoor die even terugging... maar linksonder moet, als het goed is, naast de playknop moet ze als het goed is live staan met een rood knopje. Dan weet je dat je live meekijkt. Live. Gooi even dat ding omhoog. Hoppakee. Lekker, man. Zo, ik voel mij wel even een beetje een professional. Als ik dit soort dingen doe. Hoppakee. Mevrouw, ik moet zeggen, uw huid... En uw haar zijn in fantastisch formaat. Hoe zeg je dat? Formaat? Zou het ooit voorkomen dat je bijvoorbeeld een kapster hebt... en die kapster denkt dan van... ja, ik mag deze persoon gewoon echt niet. En dan ga je het gewoon expres verneuken. Dus dat moet wel een keer gebeurd zijn. Conditie? Oh, uw haar is in topconditie. En nu nog beter. Goedjes thuis. Deur dicht, dankjewel. Wat loopt hij raar. Wat heeft hij gedronken? Dit was het. Ja, finish. Nice. $150 verdiend. Twee customers, twee duimpjes omhoog, zeg je dat? Oké. Okay. Wat nu? Salons. Hairdressing courses. Ik kan niks doen. Saloninfo. Ja. Customers. Ah, kijk hier. Jij komt serieus alleen voor het gekam? Wat ben je voor persoon? Weet je wat ik gewoon doe? Ik doe gewoon even voor jou een uur schedulen. Want je weet me nooit. En ik eindig dan met het scheren. Want daar heb ik moeite mee. Maar even serieus. Wat slaat dit op, jongen? Kammen voor alleen... doen mensen dat? Gewoon naar de kapper toe om alleen gekamd te worden? Bruh. Doen mensen dat?
Ik niet, maar ik ben een jongen. Ja, nee, ik... Oké. Ja. Oh, nou, dit is ook een jongen. Maar goed. Wij bellen hoor. Vet hoor. Cool haar heb jij, man. Echt sick. Goed, we gaan jou even... Zo... Oh, shit. Op. Kammen. Brush. Ja, ik heb niet heel veel tijd, want ik moet hier naar iemand stylen. Ik ga van kammen naar stylen. Naar... je weet het, de full package, man. Ja, maat, we hebben de full package. Wat dacht je daarvan? Wat zeg je nou? Ben je influencer? Oh, kun je even een post doen van Kapsalon? @kapperknol. Please. Krijgt gratis. Ja, doe je wel toch voor €20. Kom op. Een half uur kammen, ja. Next. Ja, als ik nou dit doe. Zo, dan kan je alles doorspoelen. Hoppakee, zit ze al. Straighten. Hoppakee. We hoeven niet te weten hoe ze eruit ziet. Joh. We gaan gewoon alles meteen straightenen. Hoppakee. We doen een rondje van de zaak om u heen. Kijk eens hoe snel ik hierin word. Dus kijk joh. Kijk. Speedrun. Speedrun straightener. Oh, kut. Verkeerde. Hoppakee. En dit snap ik ook niet dat je dit bij een kapper wil doen. Meestal hebben mensen die dingen zelf, toch? Sick. Ziet er vet uit. Echt vet shit. Volgende. Die moest geschoren worden. Oeh, en dan moet ik feunen. Of de feunen. Moet stofzuigen. Hey man. I have no idea what to do with that bird's nest on my head. Geen probleem. And we gotta relax. We're not famous enough to pay people with... Oh, je bent ook een rockstar. Je bent een rockstar. Gadverdamme, wat heb je gedaan? Oh ja, dat zei hij net. Hij had eerst dat hij een mohawk. Ja. Heb je goed verneukt, gast? Hey. Heb je echt goed verneukt. Goed. We gaan alles eraf halen. Wat vind je daarvan? Hier. Hop. Hoppakee. Ik weet niet hoeveel beter dit wordt. Kijk eens even. Zo, er valt veel haar vanaf, gast. Wacht. Oh, even die plukjes weg. Ja. Oh, hier dat gele is denk ik... de wortel. Vanaf hier dus? Of het bloeide wortel, ik bedoel de... Ik weet niet hoe je dat noemt. Gaat vet, gast. Uitgroei. Ja, dat is helemaal in, joh. Uitgroei. Het is wel een beetje raar hoe dit gaat. Dat voelt ook heel weird. Yo, ziet er vet uit, gast. Hé. Hey. Heel cool. Ja, I know, man. Oké, een bier. Ik drink niet, gast. Maar goed. Hij nodigt me uit. Ja. Finish. Oh, ik had nog moeten schoonmaken. Oh, klunkemunk. Nou, ik doe dat zo meteen wel. Oh, wacht. Kan nu ook. Stofzuigen. Zo, dat ging snel. Nice. Wat heb ik een klein stofzuigertje trouwens. Wat is dit voor stofzuigertje? Voor een peuter. Wat is dit, joh, gast? Moet je kijken. Het lijkt op een handstofzuiger, maar het is geen handstofzuiger. Dus het is zeg maar net niet. Goed. Maar wat voor een prachtig kunstwerk kom ik binnen? Oh, je komt net... checken. Oké, klanten. Laten we beginnen met deze twee. Die zijn heel makkelijk. En dan hebben we hier de volledige zooi. En hier de volledige zooi. En hier de volledige zooi. Dan hebben we om 10 uur 2 afspraken. Tot 11, dan 1, 12, 1 uur. Ja, klinkt goed. Yes, best. Oh, ik heb ook trouwens twee nieuwe trainingcourses. Oh, kut. Ik zal het dan even doen. Oké, jij gaat vast zitten alsjeblieft. Ik heb even een beetje haast, want ik wil ook even oefenen met die andere dingen. Want er zijn nieuwe dingen die ik kan doen namelijk. Ik heb alleen niet goed... opgeklikt nog. Oké, mevrouw, ik ben hier zo snel... Waar zie je trouwens de tijd? Want ze zeggen wel heel leuk 10 uur de afspraak, maar waar is de tijd? Waar?
is de tijd? Als je tijd... Ja, de tijd. Waar is de tijd? Stofzuiger van Roel van Velsen. Oké. Goed. Waar is de tijd? Straighten. Oh, straighten. Oké. Okay. Ready, man. Want het is wel heel leuk dat ze dat zeggen, 10:30. Maar... Je ziet helemaal geen tijd. Yo, Tim. Ben die guy, mijn gast. Je weet precies wie ik bedoel. Prachtig, mevrouw. Prachtig. Maar ik wil even, als u snel de winkel uitgaat... Even snel door, want ik heb namelijk nieuwe... cursussen die ik wil volgen. U wil alles, hè? Ja, zijn we al alles. Na, 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 na. Ja, 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 ja. Een beetje de zijkant. Een beetje hieronder. Lekker hoor. Zeg, hoe was uw dag vandaag? Wat heeft u vandaag allemaal gedaan? Is dat een beetje standaard wat je zegt? Hoe gaat het standaard? Waar praat je over standaard? Ik heb ook altijd het gevoel dat... kappers dan... te veel vragen. Maar dat verschilt per persoon. Misschien zou je voordat je een kapsel ingaat... dat je dan zegt... Hey, wil je een random gesprek? Wat jij bent vergeten over een paar... uur? Of wil je gewoon helemaal geen gesprek? Wat wil je? Ik denk dat het wel een goede deal is. Dat we daar gewoon mee beginnen. Voordat je een kapsel inloopt. Toch? Wil je een goed gesprek? Wil je een kut gesprek? Wil je gewoon een gesprek dat je een paar over vergeten bent? Sowieso, je bent elk gesprek over een paar uur vergeten. Bijna nooit vergeet je een... Of bijna nooit onthoud je een kappersgesprek. En... ik moet ineens denken aan een super grappig filmpje. Volgens mij zag ik dat op TikTok. Tok, tik, tik. En dat was zo geniaal. Dat was een... dat was een vrouw. Of ik weet niet. Het kan ook geen vrouw zijn, want ze zei dat ze het was of zo. Of zij. Ik weet niet hoe dat werkt. Ik ben er niet super goed in. Kom op, ik ben een boomer. Niet alleen een boomer. Ik heb daar gewoon nog niet zoveel verstand van. Ik zag een vrouw, dus ik denk dat ze een vrouw is. Goed. In ieder geval. Die was dus kapster. Of is dus kapster. En wat ze deed. Ze kreeg een klant en die ging voor haar zitten in de stoel. En toen zei ze... vind je het oké als ik je aanraak? Toen dacht ik... Wat als ze nee zegt? Wat doet ze dan bij de kapper? Snap je? Wat als ze nee zegt? Wat als ze ja... Als ze ja zegt, dan is het oké. Maar daar ben je toch voor? Was zo in de war. En ze was gewoon serieus. En elk filmpje van haar ging op die manier. Dat je echt dacht... Waar hebben we het over? Oh, die heb je ook gezien? Ja, echt, wat de hel? Dan weet je in ieder geval dat ik geen verhalen verzin, hè? Vind je het oké als ik je aanraak? Bro, je bent bij de kapper. Wat denk je? Dat is alsof je bij een masseur toe gaat en ik zeg, vind je het oké? Als ik je aanraak? Of bij de chiropractor? Vind je het oké als ik je aanraak? Of bij de dokter, dat je komt met een plekje? Ja, ik heb een plekje op mijn buik. Kunt u uw shirt even uitdoen dan? Of uw shirt even omhoog? Nee. Oh. Vindt u het oké als u uw shirt even afdoet, zodat ik het plekje kan zien? Nee. Oké, nou, eindig gesprek. Bedankt dat u er was. Succes met het plekje. Dank je. Dag. Wat verwacht je, bro? Zo dom. Ik krijg heel slecht op die NPC's op TikTok. Oh, ik heb daar echt iets heel leuks mee wat ik wil doen. Oei. Dan ga je heel slecht op mij straks. Maar dat maakt niet uit. Ik troll toch. Boeien. Skip die video's altijd. Wat skip je? Kan ik ook zo... Oh, dit is veel slimmer om te drogen. Het gaat veel sneller. Want het is omhoog nu. Of niet?
Nee, dat heeft... Nee. Dat is slechter. Wacht. Kut, sorry. Klik. Zo. Hij moet wel gewoon op deze manier. Zo gaat het meestal wel bij de huisarts. Nee, toch. Maar bij de huisarts is het wel inderdaad van... Ik heb een probleem, dit. En dan kijken ze en dan... En dan gaan ze iets intypen op een computer. En dan weet je gewoon dat ze googlen wat het eigenlijk is. Maar goed. Huisarts kan niet alles weten. Wat is die percentage lang... Wat blijft dat lang staan? Dat moet ik wel even omhoog doen. Hey, 4 euro van Robinho Nicolaas. Dankjewel, Robinho Nicolaas. Dankjewel, gast. Thank you very much voor de 4 euro super chat. Hallo? Waarom wordt dit niet droog? Vanaf onder doen of zo. Kijk, zie je dat? 11%. Misschien moet ik het... Ah. Misschien moet ik het gewoon eraf scheren. Nee, ga ik niet doen. Ha, toch wel! Haha! Oh. Dames en heren, ik neem ontslag. Sorry, ik dacht ik deed een prank, mevrouw. Ik ben een prank YouTube kanaal. Ik deed een prank. Kut, sorry. Ja, het spijt me. Oh, wat oh, vreselijk. Oh. Je zou dat maar hebben. Wat loopt die gast raar? Hey, loop eens normaal, joh. Wat is dit? Nou, weet ook niet. Goed, next. Ik ga het niet meer verneuken. Wet baby. Give me some wet movement. Yeah. Ik wist alleen niet hoe ik dat haar droog kreeg en dat irriteerde mij. En toen dacht ik van, joh, ik scheer gewoon haar eraf, kan mij het schelen. Heeft u al gedoucht vandaag? Want anders doe ik het ook wel even meteen mee, hè? Apply shampoo. Lekker man. Let's go man. Oh. Nice. Alonso met een fact. Of niet? Milan is nu 32 en is echt een OG wat betreft de YouTube scene. Besef gewoon dat hij hier nog altijd zijn brood mee verdient. Lijp respect ervoor. Dankjewel Alonso. Ik vind het voornamelijk heel zielig dat ik geen ander talent heb en dit het enige is wat ik kan. Maar Charlotte jou, dankjewel. Oh. Grapje man. Dankjewel, ik waardeer het. Dry the hair. Kan je die salon ook mooier maken? Ja, dat kunnen we doen. Vanessa, dat kunnen we wel doen. Ik kan het wel even doen zo. Leg ik even wat erbij, joh. Doe ik even salon iets mooier maken? Even een cursusje. Misschien heb ik nog iets... Want ik heb nog andere objecten. Kijk, ik zie daar ook nog knippen. Ik heb nog niet eens geknipt. Ik heb nog niet eens geknipt, gast. Wat ben ik voor kapsalon? Ik heb nog niet geknipt. Wat is dat dan weer, joh? Ik kam uw haar. Ik kam uw haar. En dan kom je mijn haar doen? Wie denk je dat ik ben? Een kapper of zo? Ik heb er geen tijd voor. Ik heb het kapperslied van Titus en Fien in mijn hoofd van Rapunzel de Musical. Ik heb geen idee wat je bedoelt. Ik kijk geen enkele musical en ik vind musicals vreselijk. Ik kan dat niet. Ik vind het vreselijk. Oké. We kunnen dus het salon een beetje aanpassen. Customization. We kunnen dus een beetje wat dingetjes toevoegen als we willen. De core designs. Nee. Even kijken, wat kunnen we doen?
schilderij. Oeh, 600. 0,3, wat betekent dat? Ja, we hangen wel een hond op, best. Helemaal prima, joh. Waar is die doos? Ja. Zo. Zo, die hangen hier. Dit is mijn favoriet. Dit is mijn hond. Dit is mijn hond thuis. Leuk, hè? Leuk. Oh nee, we hangen hem hier wel op. Of kan hij niet aan het plafond? Nee. Dus stel je ligt hier en je kijkt hier tv. Bro, wow, waarom doen kapsalon dat niet? Wauw. Ik ga een course doen. Ik ga oefenen hoe ik gekruld haar moet maken. Ja. Tandartsen doen dat wel. Ja, tandartsen doen dat wel, ja. Oh, wat leuk. Kijk nou, meid. Hé, hey, kijk. Ik doe curling iron. En dan kan ik zelf kiezen wat voor krul ik in het haar kies. Oh, meid. Oh, deze moeten we kiezen, of niet? Ja, deze. Oh, omhoog moeten we dan. Oh, huh? Is dat omhoog, dames? Ik heb iets nieuws geleerd. Omhoog? Rol je van omhoog naar... Nou, dat weet ik niet. Maar, meid, er zit een slag in. En ik zweer het je, blijf langer dan 30 minuten zitten. Want mijn apparatuur is zo goed. Nee, de hele avond heb je profijt van. Kom je op je feest aan. Hele krul uit je haar. Hè, dames? Voel je de pijn? Ik voel je de pijn. Ik weet precies wat je bedoelt. Ja, ik voel dat. Dus nu kan ik een extra ding doen. Ja, nice. Ik wil... Oh, ik kan bijna knippen. Ik wil even knippen leren. Even kijken. Die beginnen we mee. Dan beginnen we die eronder. Dat is allemaal van al kleine dingetjes. Dan hebben we die ook klein. Deze moet wel veel. Deze moet scheren. Oh, doen we wel hier. 11:30 doen we scheren tot... Weet je, wat lang. 1 uur was het dan. Of als ik hem hierheen sleep, dan gaat hij expres... Oh, dan gaat hij expres al 1 uur daarvoor tijd nemen. Oh, jeetje, wat een druk schema dit. Jeetje, wat een druk schema. Nou, best. Dan ben ik in ieder geval level 4. De vloer moet anders. Nee joh, dat is een ghetto kapper ding. Ik ben even vergeten... Waarom kan ik mijn schema niet zien? Ik weet niet meer wat zij wil. Oh, curl the hair. Oké. Als ik nog van tevoren kan zien wat zij wilt, dan... hè? Dat schiet op. Wat voor krul wil je? Deze. Ja. Ik kan ook niet echt goed zien wat je geselecteerd hebt. Wel wat ze wil, maar niet echt wat je geselecteerd hebt. Oh jawel, dat kan je wel zien met dat rode ding eromheen. Oké. Maar je hebt al krul. Wat zie ik je nou te zeiken met je krul? Ik ga ook helemaal kapper praten, joh. Merk je dat? Meid, zeg ik gewoon. What the fuck? En niet eens expres. Wat gebeurt hier? Misschien als je lang genoeg in een kapsalon leeft, dat je dan ook kapper gaat praten. Mijn moeder is kapster. Hey, shout out jou, Jordi. Zo. Hallo. A girl slay. Je hebt krul. Slay girl. Comb hair. Yeah, baby. I'm all ears. I comb. Everything comb. Yo, ik speel ook vaak competitie games, hè? In gewoon ranked, man. Competitive. Jij? Oh, je game niet? Boring. Wat doe je dan? Je gaat uit eten en ding. Oh, oké. Nee, is goed. Nee, leuk. Trouwens, dat is ook even iets. Ik zag iemand die zei van zo'n chick... dom dat je game, of dat je betaalt voor games in games, zeg maar. Dom dat je naar de bioscoop gaat, daar betaalt voor vet veel, 1,5 uur klaar en dan niks. Ik betaal 1 keer en kan dat spel 150 miljoen uur spelen. Wat nu? Zo, ineens kreeg ik frustratie. Ineens, wat doet die kapsalon met mij? Wow. Wat heb ik? Damn. Sick. Ineens. Huh.
Eigenlijk hoef je niets te doen, ze heeft al krullen. Ja, precies dat. Weird. Ja, ze wou dat. Ze gaan gewoon fixen. Sick, meid. Het is you slay girl. Slay! Nice. Ja, volgende klant. Deze wel volgens mij is wassen, dacht ik. Uit mijn hoofd. Hallo. Zo. Beste neus. Gaten. Ga ik echt niet tegen jou zeggen. Dit denk ik allemaal, hè? Ik praat nu tegen haar, maar ik denk het eigenlijk. Of is het een hem? Het is een haar, toch? Ja, het is een haar. Door die eyeliner. Oh, nee, maar het kan ook een hem zijn met eyeliner. Oh, shit. Confused in de war. Shit. Oh, ik weet het niet. Maar het maakt toch niet uit. Gast, boeit ook. Hij, hem, het, de, een, dwaas, kapper, haar, babadabar. Oeh, hoe lekker is dit, hè? Hoe lekker is dit? Huh? Hoe lekker is dit? Dit vind je lekker, hè? Dit vind je lekker. Ja. Is lekker. Ja, dit is top. Dit is top. Heerlijk. Yeah, baby. We hebben weinig haar te wassen. We hebben ook weinig haar om mee te werken. Vind je niet? Vind je er zelf van? En dan kan ik het alsnog omhoog doen. Dat vind ik heel knap. Je hebt bijna niks. Moet je kijken. Goed. Sommige mensen die hebben zo het haar trouwens. Hè? Just saying. Alles naar beneden graag. Ja, dank je. Gaan we het even feunen. Oh ja, dat is ook een irritant ding. Een kapper die gaat neurien terwijl die bezig is met je. Bro, stop. Hou je mond. Ben hier voor mijn rust. Zo, die is snel klaar inderdaad, omdat het zo kort is. Oh, het is chill. Kijk dan. Kijk maar even dat haar speedrunnen. Yo, mevrouw, ik game, hè? Ik game. Oh, moet je kijken hoe snel ik het doe. Bald! Bald! Ze moet kaal! Ik heb haar hele kop gewassen. En wil ze kaal? Laat me dan eerst die kop wassen en... Laat me dan meteen jou kaal scheren. Wat is dit voor onzin? What the fuck? Ja, nu ga ik het expres ook verneuken ook. Hier, is goed met je. Wat een ongelofelijke muts. Hier. Ik heb een kruis gemaakt, zodat mensen kunnen zien dat het daar is waar jouw brein niet zit. Waarom de fuck was ik haar haar? Zit ik het helemaal te kammen en zegt ze... Ah, oh, doe maar kaal, want... Change my mind. Slay girl. Bitch. Sorry, ik liet me even gaan. Editor. Mute dat even. Ik liet me even gaan. Heb ik iets gemist? Nee. 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 Jongen. Zulke klanten haat ik, hè? Ik ga gewoon expres ook plukjes laten zitten. Oi. Zo. Wat een ongelofelijke tuthola ben jij, zeg. Je hoort het goed. Yes, level 4. Nice. Kut, ik heb nog fucking 3 klanten of zo. Shit. Ja. Ik heb een idee. Zo. Ja. Ready. Next. Dag. Zoek het uit. Ik ben level 4, man. Ik kan een nieuwe cursus doen. Ik wil even snel daarheen. Vacuum all the hair. Wet the customer's hair with a shower. Dan wacht ik even kijken of ik het ook vanaf hier kan doen. Yes, baby. Dit is nice. Check je gaan. Wow! Wat een neus. Nice. Het duurt zo lang dat er die klanten er zijn. Jij ziet wel aardig uit. Oké, bij jou ga ik het serieus doen. Ah, toch niet. Ik heb er helemaal geen zin in.
Okay, even next. Next. Dit is top, man. Dit is top. Kijk dan. Dit is top. Prachtig. Dat plukje. Oh. Je highlight dan zo die... Oh, huh? Hij verdween. Dat pluk. Whatever. Vet. Oké, okay, sick. Nee, nog een klant. Dit meen je niet. Nee, toch? Godgloeiende. Och, oh, gelukkig. Ze heeft kort haar. Dit vind ik goed. Dit vind ik prima. Maar ze moet zoveel. Ze moet zoveel. Ze moet zoveel. Ze moet zoveel. Oh, mevrouw. U heeft zo'n mooie... bolle bedoeling hier. Ah, ja, nice. Ah, dit is cool, man. Ik heb een C op je hoofd gezet. Dat is toch vet? Hier, yeah, kijk hoe vet. Kijk hoe vet. Zo, dit is een soort C. Hé. Hey. Komt misschien ooit in een blad van Chantal Jansen, man. Dat is toch vet? Moet kijken, joh. Moet kijken, joh. Hé, hé, hé. Walk it, girl. Walk it. Slay. Slay. Tering. Ziet er niet uit, gast. Oké. Okay. Nice. We gaan de cursus doen. Knippen, denk ik. Mogen we eindelijk knippen? Ik ben een fucking kapper. Mag nu pas knippen. In 3 uur in de game. Wat gebeurt hier? Nog een klant? Fuck. Iemand heeft hier zin in. Ga weg. Wegwezen. Cool. Oké, okay, 5 mensen... Down, 4 mensen. Moet ik nog stofzuigen? Nee. Oké. Okay. What's next? Hairdressing courses. Yes! Knippen. Yes! We gaan leren knippen! Oké. Okay. Mevrouw, ik ben nooit zo klaar geweest voor dit moment. Ik ga u helemaal de teringen knippen. Echt waar. U weet niet wat overkomt. Bro, ik ben zo lang video-editor geweest. Ik kan zo goed knippen en editen. Knippen dan vooral. Wet the customer's hair. Met een spray bottle. Oh, nice. We hebben een buttle. Nice. Oh, dit is nice. Dit is heel nice. Oh, dit is precies ook hoe ze het doen in de kapper. Salon. Dinges. Oké, okay, ja. Dan pakken we die. Oh, dit wordt moeilijk. Oké, okay, dit wordt heel moeilijk. Ik ben benieuwd. Oké, okay, oké, okay, de cutting line. Knip. Freeze hair parts in the air with the hand to get better access. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Boom. Oh, dit is niet better access. Dit wordt alleen maar lastiger nu. Oké, okay, u wilt een bobcut. Dat weet ik, hè? Een bobcut, let op. Wat? Hoe werkt dit? Oh. Ja, ja, ja. Ja. Ja, oké, oké, oké. We komen ergens. Ja. Oh, dit is moeilijk hoor, mevrouw. Ik zweer het je. Ik moet een beetje draaien. Zo. Ja. Oh, perfect. Mevrouw, u weet niet wat u ziet. Dit is mijn eerste keer. Maar dit is fantastisch. Trimmer. Use scissors and hair trimmer. Cut the hair appropriate length. Oh jee. Hier is nog wat. Hoe krijg ik dit eraf? Oh jeetje, hoe doe ik dit nou weer? Ik dit doen? Oh zo. Zoiets? Wat doe ik aan het doen? Wat doe ik? Ik heb het toch goed gedaan? Wat doe ik fout?
Press twice. Ik snap het niet. Hier heb je een tondeus voor nodig. Oh! Oh, sorry. Die hebben gelijk. Ja, maar... Wat wil je dat ik doe? Oh, wacht. Oh. Oh. Is het goed? Oh ja, tot hier. Yes, baby. Yes. Got it. Ik snap hem, wijfie. Ik snap hem. Hé, hey, dit is mijn eerste keer, maar... I'm killing it. I'm killing it. Ik zeg het je. Yes! Fuck, yes. Oh, ik schrok me helemaal van mezelf gewoon. Dry the hair. Dry. Oh, meid. You are fabulous. Hey. Als je een man was, heet je Bob. Zo'n goede Bobline is het. Wauw, moet je kijken hoe netjes. Ik zie daar gewoon nog plukken. Goed, nou goed, goed nieuws. De spiegels werken niet in mijn kapsalon. Dus ik kan ook niet zo'n spiegeltje erachter houden. Dus niet mijn probleem. We kan het wel goed, joh. Komt wel goed. Kijk. Zie? Je ziet daar zo'n pluk hangen. Wat wil je dan doen? Ik kan de... It's the first time. It's the first time. Oi. Het spijt me, man. Ik heb mijn best gedaan. Die pluk maakt het af. Oké, nice. Ja, all courses. Hier heb je nog hair dyeing, hairstyling, thinning en hair ties. Jeetje. Knoop erin leggen. Dat is pas op level 13, want dat is wel onzin. Oh, je kan ook mensen inhuren. Oh, huh? Hè? Wat doen ze dan? Both you... Oké. En wat doen hun precies? Reduce furniture prices. More experience for customer service. Doe maar. Oh, dan moet ik gewoon nog eentje erbij kopen. Ik snap hem. Furniture. Gabbiano Amsterdam Hairdressing Chair. Nou, dat klinkt wel interessant, toch? Laat ik die kopen. Ja, dit is prachtig. Moeten we dan nog meer hebben? Ook nog hier eentje van. Modern Style Sink. Ja. En een mirror. Die niet werkt, maar goed. Oké. Is dat het? Denk het wel. Daar hebben we hem. Even kijken. Zullen jullie tegenover elkaar zetten? Dat is wel leuk. Hè? Dan kunnen jullie met elkaar voetjes knuffelen en zo. Dat is wel nice, denk ik. Hier wel een stoel. Die kunnen we die kant op zetten. Kom hier. En hier een mirror. Zo. Meid, we hebben er twee. Dit is fantastisch. Dit is het. Dit is het. This is gonna be awesome. Hire. Yes, ik heb gehired. Design apron. Oh, nice. Dit kan ook nog. Oh, wat cool. Show logo. Ja. Is een kapper knol op de... Waar is mijn maat? Waar is ze? Oh, ik moet eens even mensen in schedulen. Oh, dit is een ster. Die is belangrijk. Ik plan gewoon alles in. Oh. Yes. Ik heb toch twee stoelen? Waarom kan ik niet meer doen? Nou, whatever.
Oh, is blocked. Oké, dat kan dus niet. Zo dan? Moet ik dan helemaal opnieuw schedule? God, gloeiende gloeilamp. Moet ik helemaal weer opnieuw die schedule doen? Zo. Top. Safe. Yes. Gaan we. Dat is het inderdaad, Davy. Dat is de kunst van Milan. Bij iedereen een plukje laten hangen, kan meteen iedereen zien dat het van Milan zijn kunstwerk is. Precies, dat is het. Yo! Emotieloos kapster. What's poppin'? Yo, kapper, knol je zo op de shirt? Dik. Ja joh, neem plaats. Dit is vet. Kijk nou. Kijk nou. Kijk nou. Sick. Helemaal onder de indruk. Oh, dus jij moet een shower trouwens. Hier, ga je daar even mee. Wauw. Wauw. Vet. Nou, tot zover mijn kapperavontuur. Echt cool. Sick. Dankjewel voor het kijken. Naar de video in ieder geval. Maar voor de livestream... ja man, ik wil nog even een gamepje doen hoor. Ik heb nog een gamepje klaarstaan die ik graag wil proberen. Dat is namelijk... volgens mij is dat makelaardij simulator. Een nieuwe. Een nieuwe soort. Ja, dat is een nieuwe soort makelaardij. Ja, dat is een nieuwe soort makelaardij simulator. Real Estate Simulator. Ik weet alleen niet hoe dat zit met de muziek in deze game. Want dat zal weer copyright zijn. Dat is altijd zo met die zooi. Maar goed, we gaan het zien. Opstarten. Ja, ik heb ooit een keer een makelaar simulator gedaan. Maar deze is net iets anders. Muziek. Moet ik even overheen praten. Want ik weet niet of die zo. Dank je. Zo, de resolutie even goed zetten. Ja. Oké. Ja, nou top. Goed. Cool. Is het thumbnail veranderd, Tim? Is alles aangepast? Is alles helemaal top? En cool en sick? En dope? En leuk? Weer een maandje erbij. Liggen streepje laf. Liggen streepje he. Miss Christie 1999, dankjewel voor de 7 maanden. Thank you! Alles is gebeten. Oh, nice. Oké, top. Top. Thank you. Thank you. Hey, maar ik waardeer het echt, man, dat jullie lid worden en dingen geven, man. Ik vind dat dik. Het is niet eens sarcastisch bedoeld. En dat is voor mij extra leuk om dingetjes dat te gaan verzinnen. Ik heb trouwens namelijk... Ik zat te denken... Ik wil, denk ik... En dat is april... Dat ik dat wil. Oh, wacht. Ik heb even een ander scherm nodig. Deze. In april... Is dat in april? Ja, dat is in april. Wil ik heel graag om proberen om weer zo'n 6-uur challenge te doen. Misschien wel iets eerder. En dat ik dus dan... Ik heb namelijk 6-uur challenges gedaan. Ik weet niet of jullie dat nog kunnen herinneren. Maar lijkt me grappig om dat af en toe een weekend te proberen. En ik wil dat eigenlijk uittesten... Of de weekend voor april of het weekend, de eerste weekend van april. Elisabeth weet het nog niet. Maar goed, maakt niet uit. Je hoeft niet alles te delen. Hè? En dat is namelijk om... Dat ik dan gewoon zeg maar van 12 tot 6 iets probeer. En dat klinkt stom, maar je hebt bijvoorbeeld 6 uur lang Engels praten heb ik gedaan. Of ik heb
zes uur lang een puzzel maken met de chat. Of zes uur lang dit of dit. Of zes uur lang zus en zo. En het lijkt me leuk om... Want ik heb toen een lijstje. Ik weet niet of dat lijstje nog heb. Zes uur. Ja, Windows zoeken is altijd zo kut. Zes uur. Misschien heb ik nog ergens dat lijstje. Ja, die heb ik. Ja, ja. Oh, ja, ja, ja. Oh, ik heb er zoveel. Oh. Oh. Zes uur lang live en niet lachen. Zes uur lang live in virtual reality. De headset mag alleen af als er een aantal leden zijn bereikt. Dus we gaan bijvoorbeeld voor de 50 leden. Als je 50 leden zijn bereikt. Noem maar even iets stoms. Dan pas mag de headset even af voor 10 minuten. En dan mag ik even rusten en even op adem komen. Zes uur lang live en niet schelden. Wauw. Zes uur lang live en niet aan je gezicht zitten. Wow, dat deed ik net al. Zes uur lang live en alleen praten. Nou, dit is onmogelijk. Dit ga ik niet eens opzeggen. Ik weet niet waarom ik hier ook kwam. Zes uur lang live en de chat bepaalt ieder uur wat ik ga doen. Oh ja, dat is ook een leuke. Dat is ook een grappige. Zes uur lang klimmen. Ja. Ja, dat is zeker een optie. Dat lijkt mij heel goed voor mijn hart. Ja. Zes uur lang live. 24 uur. Zes uur staan, dat is niet gezond. Dat ga ik niet doen. Dat is echt niet gezond. Zes uur... Oh, deze is ook grappig. Zes uur lang live streamen via de spiegel. Dan heb ik hier een spiegel. Nee. Of die camera gaat filmt een spiegel zodat je mij ziet. Ah, ik weet nog niet precies hoe ik het ga doen, maar het is wel grappig. Ja, man. Zes uur lang live vanuit een boot. Oh, wat doms. Hoe heb ik dat bedacht? Huh? Zes uur lang live en alleen maar links of rechts lopen. En chat bepaalt dat dan door middel van donaties. Die snap ik niet. Dan loop ik dus in real life met de camera op mijn smoel. En dan loop ik alleen maar naar links of naar rechts. Wat? Die snap ik niet. Zes uur lang live iedereen negeren. Ja, die heb ik al gedaan zoiets, toch? Ik heb toch een keer... Oh nee, dat was zes uur lang live en niet praten. Dat heb ik gedaan. Zes uur lang live waar je niet eens in je kamer bent. Dat is een tering goeie, Tim. Dat wordt mijn eerste. Dat is echt het meest chillen. Bro, Tim den Hollander. Thanks, man. Wat een top idee. Die ga ik even noteren. Wat er dan gebeurt namelijk is... Je ziet mij die stream aanklikken. En dan zeg ik... Oké, de tijd gaat nu in. Yo. Veel plezier. En dan loop ik gewoon de kamer uit. En dan kom ik zes uur later... Echt precies op de tijd kom ik weer terug. En dan kom ik weer naar binnen. Yo, bedankt voor het kijken naar de stream. En dan zet ik hem weer uit. Oh, wat kut. Oh, ik zie dat helemaal voor me. Hoe ga ik dat editen dan? Ja, daar heb ik geen idee van. Maar ik moet daar iets leuks van kunnen maken. Misschien kan Jasper wel iets bedenken. Die is ook heel goed in creatieve dingen. Was het niet 24 uur zonder praten? Oh, dat kan ook. 24 uur. Iedereen die blijft 6 uur wachten voor niks. Hier hebben we nog wel allemaal ideeën, zie ik. Zes uur lang met een vlieger. Zes uur lang live niet op je stoel zitten. Mag wel op de grond op kruk. Zes uur lang live in een Eskimo pak. Eskimo mag je niet zeggen, toch? Tegenwoordig. Of wel? Ik weet het niet.
6 uur lang Elisabeth verwennen. Bruh, wat? Ja, dan kan ik meteen een OnlyFans aanmaken. Ik weet niet wat jij bedoelt. 6 uur lang live gamen met je voeten. Oké. Ik weet al dat je op Twitch deed. Ja, dat klopt, ja. Zes uur lang live op Twitch. Dat ik gewoon niet op YouTube live ben, alleen op Twitch. En dan de YouTube titel. Is dan ook dat. En je ziet dan zwart scherm en dan zie je live op Twitch. Zo dom. 6 uur lang live met een spiegel en dan naar jezelf kijken. Ja, ik had iets soortgelijks. Ingmar Viering. Ik had hier 6 uur lang live en in de camera kijken. Als ik alleen maar zo zit. Maar dan 6 uur lang. Damn, dat wordt heel moeilijk en saai. Het is heel awkward, ja. 6 uur lang kringloopwinkel bezoeken, dat kan niet eens. Dan moet ik slapen in de kringloopwinkel. 6 uur lang met inverted mouse settings. Oh, dat je met je muis naar links gaat, dat hij dan naar rechts gaat op het scherm. Oh, ja, dat kan ik niet hoor, dat kan ik niet. 6 uur lang live met Enzo of met oma of met Elisabeth, dat kan niet, want dan moeten hun dat ook doen. En ik wil het hun niet aandoen. Het moet voor mij moet het vervelend zijn, niet voor iemand anders. Ik kan dat niet van hun vragen, dat ga ik echt niet doen. 6 uur lang live een instrument oefenen, dat lijkt me echt zo kut. Oh! Dit is een hele goeie. Oh my god, dit is een hele goeie. Dat ik dit heb opgeschreven. Dit is fantastisch. Dit is briljant. 6 uur lang live zonder de tijd te zien. Dus dan plak ik mijn tijd daar rechtsonder bij mijn scherm plak ik af. Want je kan wel doen. Ja, je kan je taak maar ook bewerken, verbergen. Maar ja, die popt af en toe op. Of als je hem nodig hebt, die heb je af en toe nodig. Dus dan plak ik die af. De tijden bij de chat zie ik al niet. Want ik zie niet eens hoe laat jullie berichten sturen. Heb ik verder nog tijden? Ik heb verder helemaal geen tijden volgens mij. Oh ja, op Discord heb ik nog tijden. Dus dan moet ik Discord afsluiten. En dan moet ik contact hebben. Oh nee, ik kan niet contact hebben via telefoon, want dan zie je ook de tijd. Oei, oei, oei. Ja. Ik moet een tijd weghalen dan nog. Ik weet niet hoe ik dat nog ga doen. Yo, dat is wel sick, want dan moet je zelf inschatten wanneer je dus klaar bent. Dus dan ga ik 6 uur lang live. Maar ik weet niet wanneer het 6 uur is. Dus het kan zomaar zijn dat ik denk ik 8 uur live ben. Of misschien ben ik 5 uur live. Maar dan denk ik dat het 6 uur is. Dat is best wel ziek. Als je erover nadenkt. Vind ik wel leuk. Vind ik een leuke challenge. 6 uur lang live en een trickshot voltooien heb ik ook nog opgeschreven. Dat je de hele tijd kijkt naar een trickshot. En als die voltooid is, dan mag je stoppen. 6 uur lang live. Wat heb ik hier? 6 uur lang live. En je scherm is gespiegeld. Heb ik ook nog opgeschreven. Heel dom. Waarom zou ik dat nou weer doen? 6 uur lang live. Mijn eigen muziek luisteren. Oh my god, wat een hel. Ik bedoel, 2 nummers van mezelf. Oké, maar ik ga niet 6 uur lang live mijn eigen muziek luisteren. Wat een hel. 6 uur lang naar de wc. Wow. Dat je helemaal niet door hebt hoe laat is, klinkt leuk. Ja, dat klinkt inderdaad heel leuk, ja. Ja, dat vind ik ook wel lachen. Kijk hoe dichtbij ik kom, zeg maar. En als je korter dan 6 uur live bent, een straf. Ja, dat is een goeie. Dan moet ik inderdaad een straf hebben. Als ik korter dan 6 uur live ben, dan moet ik... weet ik veel... weet ik het. Wat ik dan moet doen. Dan moet ik iets kuts doen.
Maak een Discord channel waar we onze ideeën kunnen posten als leden. Oh, dan kun je gewoon alleen leden doen, Avitate. Daar wordt niet superveel gepraat. Dan kun je gewoon daar doen. Als je dat in, als ik een aparte channel weer op Discord maak, wordt het één grote teringbende, gast. 6 uur lang live met een ooglapje. Ah, 6 uur lang live in je bed? Ja, vind ik niet echt een challenge in mijn bed. Ga ik gewoon slapen. Dan krijgt iedereen een lidmaatschap. Gek, Wouter. Dat is 500 mensen lid maken. Yo, Richard Mulder, what's up? Heb je jezelf gehoord al in het nummer? Als je terugspoelt naar de stream op het begin, dan hoor je jezelf in het nummer. Ik heb een nummer gemaakt, intro nummer. Leuk dat je er bent, ouwe. 6 uur lang live vanuit het zwembad. Bro, als ik 6 uur lang in het zwembad moet zitten, dan heb ik echt van die schromphanden. Maar goed, dat kan ik wel doen. 6 uur lang live vanuit het zwembad. Dat is wel een leuke. In de zomer dan. Zes uur lang live met een VR. Ja, die heb ik al staan inderdaad, ja. Die heb ik al staan. Dan gaat toch iedereen zeggen hoe laat het is? Luc, niet iedereen gaat zeggen hoe laat het is. Ik ken mijn chat. Als zij mij kunnen zien lijden, dan doen ze dat. Ah, it's nice, Richard, nice. 6 uur lang met een blinddoek. Ja, bro, hoe ga ik met een blinddoek iets doen, gast? Ik kan niet eens mijn stream aanklikken met een blinddoek. Wat ga ik doen? Zes uur lang live vanuit de auto. Zes uur lang K3 luisteren, bro. Vreselijk. Het plus copyright kan niet. Daarom had ik 6 uur lang mijn eigen muziek luisteren. Dat kan dan nog wel, maar... Kijk, en ook met dat 6 uur lang live en niet lachen. Elke keer als ik dan bijvoorbeeld wel lach, dan is er een tegenprestatie, snap je? Ik heb hier ook 6 uur lang live en niet het verboden woord zeggen. Er is een verboden woord die niet mag gezegd worden tijdens de stream. Maar ik zit ten alle tijden in mijn Discord, waar leden kunnen joinen. En die mogen dan met mij praten om mij te triggeren om dat woord te zeggen. Maar ik ben 6 uur lang live, dus ik kan het ook. Het kan ineens tijdens een game kan ineens random iemand joinen en zeggen van yo, yo, en dan gewoon gesprek aan je gaan en dan ben je een gezellig gesprek en dan ineens random zeg ik het verboden woord. En als ik dat dan zeg, dan eindigt de stream binnen 60 seconden. Dan gaat er een timer aan door de mods en dan eindigt de stream. Dat is wat ik hier heb staan. Een heel lang verhaal is het. Maar daar komt het op neer. Wordt vanavond nog een simulator gespeeld? Ja, ja. Goed idee. Ja, zeker. Ja. Maar jij mag niet weten wat het woord is. Dat klopt. Ik mag dan niet weten wat het verboden woord is. Maar niemand weet wat het verboden woord is. Alleen de mods. 6 uur lang live met je accent praten. Die heb ik al gedaan, Naomi. Moet je maar eens YouTube kijken. Ik heb 6 uur lang live en boer praten of zo. Boerenaccent praten. Iets in de richting. Verboden woord is kak. Ja, ik had ook nog een combinatie daarop. 6 uur lang live en... Wat had ik hier? Oh ja, 6 uur lang live de alfabetwoorden niet opnoemen. Dus dan heb je van A tot Z, heb je 27 woorden. Die worden bepaald door een poll door de leden in Discord. Dus dan kunnen zij stemmen op de woorden, kunnen ze woorden insturen. Via zo'n formulier, weet je wel, op Google Docs ding. Dan kunnen ze allemaal woorden invullen van A tot Z. En dan de woorden die het meest voorkomen, die meest worden ingestuurd. Die woorden, die worden het. Woorden worden het. En die mag ik dan niet opnoemen tijdens de stream. En leden kunnen dan ten alle tijde kijken welke woorden dat zijn en mij proberen te triggeren om die woorden te zeggen.
wanneer ik dat woord zeg, dan krijg je een lidmaatschap of een upgrade van het lidmaatschap wat je hebt. Dus stel, jij bent nu een parkeerbord, dan betaal je volgens mij €3,99 in de maand, uit mijn hoofd. Nee, €2,99 betaal je dan per maand. Dan krijg je van mij een gratis parkeren. Dus dan krijg je een €4,99 per maand. Nou, dat soort dingen. Wel leuk, toch? 6 uur lang geen simulator spelen. Goed, ik ga even snel koffie zetten. En dan... ik zet even het muziekje aan snel. En dan ben ik er zo weer. Dan ga ik namelijk even die... makelaardij simulator doen. Makelaardij. Dat lijkt me een goeie. Een subaton. Elke keer als je een sub of donut krijgt, tijd erbij. Nee, subaton heb ik al een paar keer gedaan. Een paar keer? Twee keer? Twee keer, ja. Maar dat is niet... nee. Dief op met je koffie. Ik mag jou wel. Ik mag jou wel. Geen zeggen of een ander woord. Die heb ik ook een keer gehad, Kaylee. Dankjewel voor je superchat van €2. Die heb ik ook een keer gehad. Ik heb een keer gehad, inderdaad... 6 uur lang live en geen ja en nee zeggen, geloof ik. Moet je maar eens kijken... Moet je maar eens zoeken op YouTube naar... 6 uur lang live. Daar heb ik wel aardig wat video's van. Foto's, zeg ik dat maar. 6 uur lang live. Kijk, ik heb er wel aardig wat van. 6 uur lang live Engels praten. 6 uur lang geen ja en nee zeggen. 6 uur lang zonder te praten. 6 uur lang met een boers accent. Ik ging 24 uur lang zonder te praten. Dat was het. De rest hebben we nog geen video's van. Of een ander woord. Ik zelf van de muziek. Ik vind dat het een beetje hard staat. 6 uur lang, elk kwartier giveaway. Ja, dat zou je wel willen, hè? 6 uur lang reclame kijken. What's the point, bro? Oi, oi, oi. Oh, be right back, be right back. 6 uur lang live reclame kijken. Bro, wat zeg jij? Like a fire.
Chat. Is iemand in de chat? Oh, wacht. Dankjewel, Kelly. Van boven. Dankjewel voor de 2 euro. Geen zeg. Oh ja, dat had ik net niet geantwoord. Wat zei... Oh, daar zag ik weer bol. Wacht even, er is een... Muziek moet even zachter. Hallo, dank je. Er is een... Lijp shirt, dankjewel. Elisabeth is als het goed is in de chat. Kun je even wat zeggen? Het is goed, hey, chat, Elisabeth is er als het goed is. Ze is in de chat. Maar ik weet niet of zij al mot is of niet. Laat ik je trucje met je mok zien. Je bedoelt die... Dat je steeds hoger gaat. Elisabeth, ben je er? Hallo? Ze appte net dat ze er was, maar ik zie haar niet in de chat nu. Praat eens. Roku. Oh, kijk, daar is ze. Oh, kijk nou. Ze is al moderator. Oh, kijk nou. Ellie. Top. Oké. Zeg even hallo, Elisabeth. Hallo, Ellie. Wat Ellie? Wat een rare naam. Ellie. Ellie B. Oeh, wat een lekker nummer dit, zeg. Oh. Oeh. Damn, dit genre dat heet hyperpop. Wat nice. Oeh, lekker hoor. Heel nice. Goed, vet. Game. Daar zijn we voor. Daar gaan we voor. Game? Ja, game. Top. Oké, dames en heren. Zeg even in de chat dat jij een makelaar bent. Want dan komt dat in de intro van de YouTube-video. Zeg even gewoon, ik ben een makelaar. Ik sta op de huizenmarkt. Ik verkoop mijn huis. Volgens mij is het echt een lijpe delay. Of niet? Oh nee. Niet. Even kijken of de chat wordt geüpdate. Dit was zo lang. Ja, daar gaat hij. Top. Nice. Dames en heren, welkom bij Makelaardij Simulator. Vandaag gaan wij kijken of we huizen kunnen kopen, verkopen. Want we weten het allemaal, de huizenmarkt staat op zijn kop. De beste tijd om een huis te kopen of te huren was in 2017, 2018. En dat was toevallig precies de periode dat ik mijn huis heb gekocht. Dus dankjewel
het universum die er voor me was op het juiste tijd met de juiste benodigdheden en middelen om dat te doen. Echter, ik weet dat heel veel mensen struggelen om nu een huis te halen en te kopen. Wat? Te huren en te kopen. Dus misschien kan deze video jou wat inspiratie opdoen en kunnen we onze stress kwijt. Goed. Wat een intro. Nieuw game. Daar gaan we. Wat een kapsel. Andere game. Euro, je bek, man. Today I'm ready to get started. Ja? A new day promises to be full of opportunities. Because there is always something special to be found wacht. In the world of real. Stop, wacht! Hij staat niet goed. Hij staat niet goed. Het was veel te hard. Sorry. Het was veel te hard. Waarom hoor ik hier niks? Irritant. Oh, Luke's en Zivit, die moet even omhoog. Ik hoor het helemaal niet. Oké. Okay. Get on the computer. Ja, hij staat nu goed. Mooi. Shop. Ja, express. Ja, cool. Vet. En nu? Open bedroom. Tab. Bedroom. Sleeping bag? Oké, okay, die ga ik kopen. Check out. And look for a new property for the deal. Oké. Get out of the office. Wauw. Wat een AI gegenereerd ding. Vet. I have to walk to the bus stop and get to the other side of town. Oh. Welkom in de wereld van de huizen. Kopen, huren, markt. We gaan naar de bus. Stop. Ja. En dan gaan we naar slums. Oh. We gaan meteen ook naar slums. Ja, wat betekent dat eigenlijk, slums? Krottenwijk, toch? Wat betekent dat? Nou, leuk. Find a property and buy it. Hoor ik. Oh, die radio. Prachtig. Find a property. Wil je serieus dat ik een tent koop? Hoe kan ik... wat is die druk trouwens? Waarom zijn er zoveel mensen hier in de Krottenwijk? Waarom lopen ze hier zo... waarom loopt een man hier in pak random... gewoon hier in het riool? Oké. Okay. Oh, daar. Er staat een pijl. Daar moet ik heen. For sale. $900. Nou, gaan we naar binnen. Zo! Jij... waarom sta je in mijn tent? Dit is mijn tent. I will sell it with 942. Enterprise. Oh, we kunnen onderhandelen. Nee, 500 dan. Propose. I'll have to say no. Oké, dan zeg je no. Misschien dan 600? I'll have to say no. 700 misschien. This is the perfect fit for me. Hij deed het gewoon. 251 onder de prijs. Of 252, wat is het? Nice. Nou, bedankt. Bedankt voor deze tent. Voor 750. Ik kan helemaal niks. Ik heb een hamer. Ik heb een tas. Sleeping bag. Plaats. Nice. Now that the sleeping bag has become part of the dwelling, the ja. Grade level has gone up. Oh. Simple, but important improvement. Oké. Okay. Ja, goed. Ik heb nu een tent. Premium real estate. Oh, dit is mijn kantoor ook nu of zo. Hè? Maar ik had toch net een kantoor? Ik snap het niet helemaal. Back to the office. Dan moeten we weer met de bus, office. Hé, maar waarom heb ik, als ik een office heb, waarom moet ik dan een tent kopen? The computer is my best assistant in real estate management. Well, I need to create a listing. Purchasing power, slum, suburb, city. Oké, okay, open estate. Estate. Oké. Okay. Dus dit ga ik nu verkopen, proberen. Ik heb $700 gekocht. Ik heb $49 geïnvesteerd. Set the price. Enter een prijs. Hoe doe ik een prijs enteren dan? Moet ik gewoon typen? Price must be greater than 0. Ja, maar waar typ ik de prijs dan? Oh, hier moet ik op klikken. Oh, oké. Okay. Voor hoeveel kopen we dit? Voor $1,250? Now all that is left is to find the right client
and sell the property to them. Ik snap prima te doen dus. Find the right client, oké? Okay? Ah, kijk eens aan. Hallo, cliënt. Ik wil een huis dat 17.700 kost. Heb ik niet. Sorry. Very bad. Goodbye. Hoezo very bad? Ik heb toch niet alles wat jij wilt? Hallo meneer, wilt u een tent kopen? I need a house with value 1 at slums. Ja, die heb ik. Great idea. I'm willing to examine this option. Nou, let's go dan. Laten we daarheen gaan. Het gaat dit goed al. Nou, wat vindt u ervan? Zoals u ziet, het is erg ruim. De badkamer is buiten. Dus dat is gezond. Hè? Frisse neus, allemaal dingen. Verder, u heeft gewoon licht. U heeft een bed. En u heeft verder niks. 1062. Nee. 1200. Ik ga $50 naar beneden. Exactly what I was looking for. Oké, nou, dat ging heel makkelijk. Today was a productive day. But now it's time to wrap up your shift and get some rest. There will be new suggestions tomorrow. Oké, we mogen weer terug naar de office. Vet. Yo, killertje 129. Dankjewel voor de 2 euro donatie. Wanneer Sons of the Forest? Wanneer Sons of the Forest? Donderdag. Met Kaak en Jasper. Dus donderdag Sons of the Forest. Ja, even rust inderdaad. Ik ben moe geworden door die ene tent te verkopen. Je hebt gelijk. Finish your shift. Hoe finish ik mijn shift? Dat hebben ze mij niet verteld. Oh, hier. Met de bank. Ik slaap op de bank. Oké. Okay. Nice. Dit was het. Shop. Moet ik weer hetzelfde doen? Wat wil je dat ik doe? Is dat... Ik denk het wel. Dus we gaan naar bedroom. Sleeping bag. Die kopen we. Nee, dat is dezelfde als die ik heb. Ha, grappig. En dan gaan we naar buiten. Oké, dat laadscherm is irritant, man. En dan gaan we naar de bushalte. Wat is dit dan? Last collection time. Slums. Is dit de game? Oké. Okay. Als in, ik snap niet hoe ik nou... Oh, hier. For sale. Hey, die is weer te koop. Die heb ik net verkocht. Hoe kan dat nou? For sale 1200. Nou, ik koop deze wel. Ik weet niet waarom deze duurder is. Waarom is deze duurder dan? Het is gewoon ook een tent. Het is precies dezelfde. Nee, donder op. Ik koop die andere wel weer. Wat raar. Waarom... Oh, daar. 7000 kost die container. Oké, dit vind ik een beetje raar wat hier allemaal gebeurt. Ik heb deze toch net verkocht? Hier, er zit ook heel iemand anders ineens in. Nee, 400 koop ik hem. Thanks, but I'll decline. Oké, 4 en 1 dan. Thanks, but I'll decline. 450, man. I'll have to say no. 500? Thanks, but I'll decline. 505? Oh, dat is iets te veel. I'll have to say no. 515. Verdomme, ze willen niet meer verkopen. We zijn te laat. Ja, het is inderdaad een scam. Ik weet niet wat er is gebeurd. Maar goed. Lame. Tent met zon op het zuiden. Hé, hey, dus dezelfde vrouw. Verkoop je ze allebei? Oh, oké. Okay. Nou, we bieden 1000. That's what I need. Nou, perfect. Dan hebben we een deal. We hebben hem gekocht. En dan loop ik nu... Het is zo raar dat hier mensen lopen. Dat is zo gek. Gaan we terug naar de office. Nou, ik heb meer load screens dan dat ik de game speel, maar goed. Gaan we hierheen. En dan kan ik dit prijzen... Oh, invested. Ik moet even een bed erin zetten. Kan ik vanaf hier travelen? Nee, ik kan niet hier travelen. Dus ik moet weer naar buiten. Laadscherm, ja. Dan moet ik hierheen. Nou, bereid je voor. Laadscherm. Ja. Dan hier naar beneden. En dan gaan we even dat bed plaatsen in die tent hier. Laadscherm, ja.
En dan... Q is dat, oké. Okay. Oh, je zou hem dus ook kunnen verven. Maar ik denk nog niet dat dat kan met een tent. Oké, okay, bed zit erin. Max 2 sterren, helemaal goed. Laadscherm. Zo, heel groepie. Zo, wat hebben jullie gedaan hier? Huh? Wat hebben jullie hier uitgesproken? Ik kan niet wachten op het volgende laadscherm. Gaan we weer. Ja. Is er misschien inderdaad iemand een euro? Estate. Oké, dan kunnen we deze verkopen. We hebben het volledig geïnvesteerd. 1049. Dus we kunnen het verkopen, denk ik, voor 2500. Denk je niet? High price. Interesseert me niet. Hallo. Het is toch moeilijk op de huizenmarkt nu. I need a house. Ik heb geen huis. So unfortunate. Goodbye to you. Oké, okay, goodbye to you too. Ook een huis. Ik heb geen huis, gast. Ik heb geen huis. Next. Een huis. Ik heb geen huis. Very bad. Goodbye. Je bent zelf very bad. Oh, jij bent wel een type die dat wil. Nee, jij wil dat ook quite niet. Unfortunate. So long. So long. Nee, so long. Dat is hoe ze dat zeggen. Niet so long. Jij wil dat. Hij wil ook een huis. Ik heb geen huis, gast. Very bad. Goodbye. Zeg ook allemaal hetzelfde. Maat, juist. Ik wou net zeggen, jij wil dat wel. Sorry, it doesn't interest me in the least. Waarom niet? Jij wil het. I regret to say that I have no interest in this. Oké, jammer. Misschien moeten we de prijs iets naar beneden doen. We gaan de prijs een klein beetje naar beneden doen. 2400. Dat is nog steeds high price. 2222. Oh, dat is wel heel duur. 2222. Nog steeds te hoog. Maar ik wil wel een beetje winst maken, gast. Beetje winst. Kijk hoeveel. Ik heb het erover verdubbeld. Oké, twee kop. Wil jij? Yes, let's look at this option. Oh, hij wil het gewoon. Hij wil een huis, maar hij wil gewoon hier naar kijken. Nice. Wat? Hoe dan? Hoe wil hij een huis kopen? Maar zitten we nu in een tent? 1700. Wat dacht je van 1900? Exactly what I was looking for. Zo makkelijk? Bruh. Oké. Okay. Nou. Rustig aan. En bedankt. En dit was het. Volgende dag. Weer een laadscherm. Sick. En dan gaan we weer helemaal opnieuw beginnen. Gaan we weer daarheen. Met een laadscherm. En lopen naar de bushalte. Voor een laadscherm. Ja. Gaan we weer. En dan lopen we hierheen. En dan is onze tent alweer verkocht. Dan kunnen we namelijk weer dezelfde kopen als we willen. Oh nee, dat niet. Deze keer niet. Deze keer is hij... hij blijft, hij blijft. Oké, okay, dat is mooi. Deze is ook niet te koop. Is hierachter nog iets te koop? Ja, hier is nog wat te koop. 800. En 1200. Oh, we kunnen twee dingetjes kopen misschien. Die bus kan je kopen. What the fuck? Oké. Okay. 1200. Nou, laten we even kijken wat hierin zit. Loading screen simulator. Dat is inderdaad een beetje de, hoe dit nu voelt, ja. Iets lager. Nou, ik doe 1000. Vind je dat goed? Oké, okay, perfect. Nou, goed. Verkocht. Nou, dat is één. Ik had misschien het bed meteen al moeten meenemen, maar goed. Ik wist niet wat ik zou kopen nog, hè. Deze wil die 800 voor. Hoeveel heb ik nog? 1300. Dus wat dacht je van 5? I'll have to say no. 6 dan? Exactly what I was looking for. Nou, perfect. Goed, nou hebben we twee tenten. En dan verkopen we dat en hebben we meer en daarna kunnen we een huis kopen. Maar dat is de hele game voor nu. Dit is, je kan ook niet praten met mensen. Je kan, nee, dit is een onzichtbare muur. Nee, hier kan je niet heen. Dus we gaan weer naar een loading screen. Oké. Okay. Vet. Hey, echt vet, vette game, man. Ben benieuwd hoe hard dit gaat. Want nu hebben we twee sleeping bags. En moeten weer terug, want we moeten die sleeping bags erin zetten. Dus gaan we weer met de loading screens. Oftewel, quit to desktop. Op die verkutspel. Goed, fantastisch. Nou, wat een saaiteringsspel. Goed, enorm bedankt voor het kijken naar deze livestream, dames en heren. Ik heb nog een heel mooi gepast nummertje. Die had ik willen afspelen toen ik ging kapperen, maar hoor dit.
de stream. Welkom bij de stream. Welkom bij de stream van Milan Knol. Ja, ja. Vandaag spelen we een spel met de schaar, spiegel en vel. Het is kapper, simulator. Knip, knip, knip. Knip met mij vandaag. Knip met mij. Yeah. Knip, knip. Knip, 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 knip. Knip met mij vandaag. Yeah. Rotlied. Milan Knol zijn kapsalon is open. Parkeer voor de deur met een abonnement. Abonnement. Milan Knol zijn. Doei, tot morgenavond. Half acht. Kom dat zien en zorg dat je er bent. Knip, knip, knip. Knip met mij knip vandaag. Knip met mij. Yeah. Knip, knip. Knip, knip, knip. Knip met mij vandaag. Knip met mij vandaag. De kapsalon is daar. Yeah. De kapsalon van Milan Knol. Yeah.